Ik ben een verhalenverteller, laat ik het zo zeggen. En films maken is het middel waarin ik het blijkbaar het beste in ben. Maar ook in de ontwikkelingssamenwerking hoor, zag je het ook dat er echt een bepaald narratief gepusht werd. Van zo moet het in beeld komen. Kinderen moeten zielig zijn en ze moeten dikke buikjes hebben, een vliegje op de wang, weet je wel. En dan dat scoren. Politieke fundament die uiteindelijk een bepaalde richting duwt. Waarin wij eigenlijk alleen één richting mogen zien en geloven. En die andere richting wordt verketterd. Dat wordt zelfs klimaatontkenner genoemd. Het is ook wel een afbrokkeling van mijn wereldbeeld geweest. Omdat ik in één keer verhalen hoorde die ik nog nooit had gehoord. Nee. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje een kind die voor het eerst de wereld in kon kijken. Dat narratief zag ik al heel duidelijk naar voren komen. Dat je, ja, dat we eigenlijk een beetje angstig worden gemaakt. Om uiteindelijk de politieke richting van het globale denken op te kunnen gaan. En dat is natuurlijk ook de vergelijking die je kan trekken naar nu de situatie. Waarin nu wat de mensen die eigenlijk de macht hebben. Die ons inderdaad zeg maar van de weide naar de stal brengen. Ons ook niet op hetzelfde level zien als hen. Want anders hadden ze ons niet van die wei naar die stal gebracht. Wij gaan op de knieën voor de macht. De macht moet voor ons op de knieën gaan. Mensen kwamen aan me, mensen waren aan het duwen. En ze lieten me de bioscoop niet binnen. En dat ik zelfs onder politiebegeleiding de bioscoop binnen moest geleid worden. Dat hele linkse gedachtegoed van links-liberaal is eigenlijk redelijk rechtstotalitair geworden. De vanzelfsprekendheid van, ah jongen, ik heb toch nog koekjes op de tafel. Ik heb nog brood in mijn kast. Ja, klopt. Maar wat doe je ervoor om dat morgen nog te hebben? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En voor we beginnen even de standaard huishoudelijke mededelingen. Voor de mensen die kijken op mijn website, super top. Blijf vooral hier. Je kan doneren als je wil helpen dit te laten groeien en de website nog verder uit te bouwen. Voor de mensen die op YouTube zitten te kijken, ik heb dus een website. Daar kan je heen gaan. Die website zijn we steeds verder aan het uitbouwen. Omdat er natuurlijk onlangs al een video van ons verwijderd is. Dit verwachten dat het binnenkort meer gaat gebeuren. Dus we zijn die website steeds meer aan het uitbouwen. Zodat als het moment komt, alles perfect klaar staat voor jullie daar. Jullie kunnen er nu alvast een kijkje nemen. En jullie kunnen dus ook eens helpen om dit verder uit te bouwen. Door daar te doneren. Vond je deze video nou tof? Like hem. Deel hem met je vrienden. Deel hem op social media. En abonneer je ook nog even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan nu over op de introductie, want wij zitten in Duitsland en we zijn probleemloos hier naartoe komen rijden. Geen enkel keer aangehouden of ook maar iets van politie gezien. Dat is een aanrader voor iedereen doen. We zitten in Duitsland, we zitten tussen Hannover en Berlijn in. Dat klopt, ik keek toch eventjes nog naar mijn gasten om dit te bevestigen. En we zitten hier met een van origine linkse filmmaker. Een filmmaker die veel in conflictgebieden is geweest en daar films heeft gemaakt. Gerespecteerd door heel erg veel mensen. Op een gegeven moment films is gaan maken. Iets wat de andere kant op, over bepaalde onderwerpen als bijvoorbeeld klimaat. Die wat minder goed vielen en daar heeft hij eigenlijk een heel proces over meegemaakt. Super interessant, gaan we het vandaag over hebben. Dames en heren, ik zit hier met niemand minder dan Marijn Poels. Tof. Ja, Marijn, tof dat we hier zijn. Ik vind leuk jullie te hebben. Ja, heerlijk. We zijn, ik denk, 5 uurtjes hier naartoe gekacheld. En wat ik net al zei, niks meegemaakt op de weg hierheen. Lekker rustig allemaal. En heerlijk om even in de natuur te kunnen zijn. Weg uit de stad waar we met onze neus op de feiten worden gedrukt. Ja, dat is het voordeel van die angstpolitiek. Hè? Dat als je dat doorbreekt, dat je in één keer in een zee van vrijheid komt. Dan heb je ook gezien, hè? Niemand op de weg. Mm. En dat is absoluut. Van harte welkom hier. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Hey, we zitten, wat ik al zei, we zitten best wel gewoon platteland vibes eigenlijk. En je hebt voorheen in Berlijn gewoond, hè? Ja, 8 jaar met vrouw en kind. En, of eerst met vrouw dan en dan later nog met kind. Mm. En dat was een mooie stad, een leuke stad ook. Een stad met leuke vibes ook. Waar ik heel... Ik heb me daar heel veel thuis gevoeld, maar de laatste jaren eigenlijk niet meer. En er hing een spanning in Berlijn. En dat is... Ik ben vaak iemand van onderbuikgevoelen. En dat neem ik altijd heel erg serieus. En ik zei tegen mevrouw, we moeten hier weg. Want hier hangt de spanning. Dat gaat niet lang goed, volgens mij. En toen ging mijn schoonvader dood, die overleed, plotseling. En die woonde op de hoeve waar we nu zitten. Mm. En mijn schoonmoeder bleef hier achter. En de tragiek is eigenlijk dat mijn schoonmoeder
was altijd het zorgtypetje. Hè? En hier leefde vroeger behoorlijk wat families op één hoeve. En mijn schoonmoeder was altijd degene die de stervende tot op de laatste zucht begeleidde en verzorgde. En nu blijft ze alleen achter en er is niemand hier op de boerderij die haar kan verzorgen. Ah, ik denk, dat is een slechte Hollywoodfilm. Volgens mij hebben wij die taak. Dus laten wij hier naartoe gaan. En dat hebben we eigenlijk gedaan. En op het moment dat wij dat besloten, zei de zus van mijn vrouw, van nou, dan gaan wij ook. En nu zitten we hier met eigenlijk drie families. Schoonmoeder leeft nog, gezond en gelukkig. Dus de traditie blijft bestaan? Tussen haar kinderen en kleinkinderen. Dus dat is een hele oude traditie die eigenlijk ergens heel organisch weer tot stand is gekomen. Mm. En dat, ja, dat is wel grappig. En het voelt ook wel heel goed eigenlijk. Het voelt heel natuurlijk. Mm, ja, mooi. En je bent hier naartoe verhuisd eigenlijk in de tijd dat je... Want hoe lang is dat geleden? Dat is nu 3,5 jaar geleden, ja. Oké, dus nog best wel recent nog eigenlijk. Ja, best wel recent, ja. En het was... Ja, 3,5 jaar geleden zoiets, ja. Mm. Ja. Hey, in mijn intro zei ik het net al, want je van origine linkse filmmaker. Nou, daar komen we zo meteen al even over te spreken. Maar je bent, ik weet niet of je daarmee begonnen bent, maar je hebt veel films gemaakt in conflictgebieden en zo. Hè? Hoe is dat? Hoe ben je daar in verzeild geraakt eigenlijk? Ja, eigenlijk, weet je, ik ben autodidact filmer. Dus ik ben ook niet echt een filmer, of zo voel ik me niet. Ik ben een verhalenverteller, laat ik het zo zeggen. En films maken is het middel waarin ik het blijkbaar het beste in ben. En ik kom eigenlijk helemaal niet uit deze wereld. Ik ben eigenlijk officieel hovenier. Of in ieder geval, dat is het enige diploma wat ik heb. Mm. En via ben ik op verschillende werkplekken terechtgekomen. En dan zit je eigenlijk in het systeem. Hè? Mm-hmm. En ik reisde veel. Dat was echt mijn passie. Mijn vader is journalist en sociaal werker eigenlijk. Hè? Die deed ook in zijn vrije tijd straatkinderen, Rio de Janeiro, steunen en zo, die dingen. maar daar had ik eigenlijk helemaal niets mee. Ik had wel veel iets met reizen en dat deed ik heel veel buiten mijn werk. Maar in mijn werk zat ik wel in een bepaald systeem. En dat systeem, daar was ik eigenlijk steeds meer ontevreden over, omdat ik merkte dat werkt gewoon niet, dat systeem. Hmm. Ik moet dat doen wat ik moet doen, wat men vraagt. En als ik het niet, weet je wel, als ik een creatief idee heb, dan wordt dat niet geaccepteerd. Dus uiteindelijk heb ik ontslag genomen. En ik reisde veel en ik maakte veel films. Hmm. Dat wist ik dat ik daar mijn passie in had. En gek genoeg, zonder eigenlijk ook maar al te veel gefilmd te hebben, nam ik ontslag en wist ik van, ik word filmmaker. En ik weet nog dat ik dat tegen mijn vader zei, van pap, ik heb ontslag genomen, ik word filmmaker. Wat? Maar je hebt dan geen films gemaakt en je hebt een hypotheek. Weet je wel, de zekerheid is weg. Ik zei, nou, maar dat is toch een goede reden om goed mijn best te doen. Mm-hmm. Nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan. En ik heb heel veel organisaties aangeschreven, omdat ik wou reizen natuurlijk. Hè. Dat was de drijfveer. Naar NGO's. En ik zei van, hey, ik maak een film. Jullie betalen de reiskosten en ik maak een mooie film. Nou, dat doe je twee keer. En de volgende keer ga je geld vragen. Mm-hmm. En zo ben ik daar ingerold in die hele NGO-wereld. Van goede doelen, van ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking. Dat ik uiteindelijk een keertje, en ik kan me nog herinneren, dat was volgens mij in Nijmegen of Arnhem, bij Lux. En ik werd aangekondigd als, dames en heren, filmmaker Marijn Poels. Dat ik dacht van, verrek, ja, ik ben filmmaker, cool. Toen besefte je het eigenlijk. Ja, en dat was echt jaren daarna pas, hoor. Ja. Dus ik heb me eigenlijk nooit echt gedacht van, ik ben een filmmaker, maar meer iemand, ja, ik deed iets waar ik goed in was en waar mijn hart en passie lag. En dat voelde zo goed dat het nog niet in zijn naam had. Totdat het werd aangekondigd, filmmaker. Ja, van ja, verrek, ja, ik ben filmmaker, cool. Ja. Nou, en dat ben ik uiteindelijk uit gaan bouwen. Hè. Ik heb heel veel voor televisie gewerkt. Heb ik formats geschreven voor... ik vond het wel belangrijk om die werelden bij elkaar te krijgen, weet je wel. Dus dat wij ook ons kunnen identificeren met mensen die een andere cultuur leven, een andere situatie leven. En ik denk dat het altijd goed is als je dat empathie hebt. Hmm. En dat kon eigenlijk heel goed door mensen uit Nederland te volgen in hun passie elders in de wereld, waarin ze lokale initiatieven steunden. Nou, dat heb ik gedaan, heb ik series gemaakt. En ik geloof in 10 jaar tijd heb ik 53 documentaires gemaakt. Zo. Dus dat is een behoorlijke productie die ik heb gedaan. En dat is natuurlijk wel een tijd dat ik
dat ik de wereld een paar keer ben overgegaan en heel veel heb mogen meemaken. Van ongelooflijk mooie dingen tot verschrikkelijke dingen eigenlijk. Wat ook gewoon heel veel heb geleerd en heel veel mensenkennis heb op kunnen doen. Mm. Maar ook al een beetje de politiek heb kunnen proberen te snappen, zeg maar. Hè. Mm. Nou, je moest ook wel eigenlijk, als je wordt ermee geconfronteerd. Ja. Maar het grappige is, wat je zegt net, ik was hovenier. En het eerste wat me opviel toen je over je vader sprak, is dat hij journalist was. Ja, hij was journalist bij Dagblad voor Noord-Limburg, was dat destijds nog. Hij is nu met rente, maar hij was journalist en hij was sociaal geëngageerd. Dus daar heb ik eigenlijk wel diegene van, het journalistieke. En mijn vader was altijd een mensenmens, zeg maar. Hij maakte hele mooie portretten van mensen, puur hoe mensen zijn. Mm. Zonder daar als journalist te zeggen, weet je wel, is dat goed of is dat slecht? Geen oordeel. Geen politiek eraan, geen kleur eraan. Dit is die man of die vrouw. Mm. En dat is me wel heel erg bijgebleven. En ook dat een journalist dat op moet tekenen wat er in de maatschappij zich afspeelt. En dat de journalistenmening niet zo belangrijk is. Dat heb ik van mijn vader en van mijn moeder heb ik een beetje de activistische kant, geloof ik. Mm-hmm. Dat is wel iemand met een duidelijke mening. En die kan zich er ook tegen verzetten, zeg maar. Mm-hmm. Mijn vader is eigenlijk een diplomaat. Die wil het liefst veel vrienden houden. Ja, ja. En van, hey, weet je wel, zeg maar ja, want misschien heb je hem nog nodig. Ja. Dat is een beetje een netwerker. Ja. Dat is wel interessant, hè, dat mijn vader mij heel veel heeft meegegeven, waar ik op dit moment nog steeds in zit eigenlijk. Hè. Het journalistieke vak, het documentaire vak, wat ik ook wel een beetje link met journalistiek. Ik vind het wel hoor. Ja, proberen terug te gaan naar die kern van wat is eigenlijk onze taak als verhalenvertellers eigenlijk. Mm-hmm. En dat is vooral om verhalen te vertellen hoe dat ze zijn. En de samenleving erop te laten participeren op die verschillende meningen die er zijn. En juist die verantwoordelijkheid ook terugleggen bij de mensen die het lezen of die het zien. Mm. En die verantwoordelijkheid ligt niet bij mij om te zeggen of dat goed of fout is. Nee. Dat bepaalt een gezonde democratie. Mm. Of iemand deugt of niet. Of weet je wel, wat gaan we ermee doen of niet. En dat hoef ik nergens op te tekenen. Nee. En ik denk dat is wat ik op dit moment eigenlijk een beetje. Maar ook in de ontwikkelingssamenwerking hoor, zag je het ook. Dat er echt een bepaald narratief gepusht werd. Van zo moet het in beeld komen. Kinderen moeten zielig zijn. En ze moeten dikke buikjes hebben. Een vliegje op de wang, weet je wel. En dan dat scoren. Terwijl de echte wereld natuurlijk anders in elkaar zit. En je laat ook de wereld zien dat ook Afrika rijkdom kent. Dat ook Afrika corruptie kent. Maar ook het Westen corruptie kent. Weet je wel, en dat is gewoon, vind ik gewoon heel gezond om mensen te laten zien. Grappig dat je dat zegt, hè, over het Westen en corruptie kennen. Want dat is iets wat we vaak echt massaal ontkennen. Van de corruptie is altijd iets van verre landen, Afrikaanse landen, Aziatische landen. Daar zijn de mensen corrupt. Maar het Westen, nee, hier zijn we niet corrupt. Ja, nee, maar dat is waar we het net ook al over hadden. Dat is een oude KGB-truc. Hè? De Russische KGB werkt ook altijd met het principe van beschuldig de vijand met exact hetzelfde wat jij doet. Mm. En dat werkt heel goed. En dat werkt. En je kunt dat vergelijken met een scheet die je laat in de trein. En dan het eerste wat je moet doen is naar de buurman kijken en denken van, ah, gadverdamme. Dat werkt heel goed. Want de buurman gaat zich heel ongemakkelijk voelen. En jij bent, weet je wel, je bent de scheet kwijt, zeg maar. Ja, ja, je bent gelijk van alle blaam bij je vrijgesproken. En zo simpel hoe die scheet gaat, zo functioneert de wereldpolitiek eigenlijk ook. Mm-hmm. En als je dat weet, dan zie je veel dingen ook heel anders. Zeg maar. Ja. Maar zag je dat al zo voordat je begon aan die klus te zeggen in al die landen? Nou, ja en nee. Kijk, je weet, politiek speelt hier een rol. Maar laat ik zo dicht mogelijk bij de mensen zelf blijven. Dat was eigenlijk meer mijn taak ook destijds. Hè. Het was niet zozeer om de politieke fundamenten aan te spreken, maar meer. Oké, er zijn mensen die lokale initiatieven tonen in het midden van de oerwoud van Congo. Wat is daar mooi aan, weet je wel? Dus ik hield het heel menselijk. Ik trok het niet zo heel erg groot naar wereldpolitiek. Mm. Want wereldpolitiek inspireert ook niet echt, weet je wel? Als Tante Truus van de overkant, weet je wel, met mensen in Congo daar goede dingen doet, dat is gewoon heel mooi om te zien. Mm-hmm. En je kunt je heel gemakkelijk identificeren met die problemen daar, omdat Tante Truus van de overkant daar is.
Weet je wel, en je kent haar. Dus je voelt dan een sterke empathie met dat wat er op dat moment gebeurt. Dus dat vond ik het sterke aan die films die ik maakte. En het was vooral heel kleinschalig waar ik me bezig hield. Hele kleine schalige projecten met vrouwen leren naaien in het midden van de Rimbu in Zimbabwe of zoiets. Waarvan je af kunt vragen, ja, ben jij nou echt de wereld aan het redden? Mm-hmm. En het antwoord is nee, maar dat hoef ik niet. Nee. Die mensen die kunnen naaien. Daar gaat het om. Mm-hmm. En dat vind ik wel leuk, dat we die verbinding, die vriendschap die we met elkaar kunnen hebben, al gaat die over zeven zeeën, dat die zo sterk kan zijn. En dat we samen proberen daar iets moois van te maken. En later heb ik wel wat organisaties, ook wat grotere organisaties gekend, waarin ik dacht van, ja, die zitten eigenlijk in de weg van dit mooie narratief. Die kleine goede clubs, mm-hmm. Die echt andere mensen gelukkig maken. Waar de grote clubs eigenlijk, ja, een beetje als, nou, de grote clubs zagen de kleine clubs als concurrentie. Mm. Dat zag ik wel op het laatst. Waar ik dacht van, oh, dat is wel heel erg dodelijk als het goede doelenwerk in bijvoorbeeld Afrika of Azië concurrentie kent. Want we willen toch allemaal dat de armoede weggaat. Mm-hmm. Daar kun je toch geen concurrentie in hebben? Dat bestaat toch niet? Het is hetzelfde als concurrentie in journalistiek. Dat bestaat toch niet? Nee. Dat is toch gewoon informatie die je brengt. En des te meer mensen de informatie brengen, des te beter toch? Mm-hmm. Weet je dat? Dan kun je toch niet over concurrentie praten. En dat vond ik altijd een hele valse gedachte, waarin ik wat kritischer op ben geworden. En nou ja, en uiteindelijk, weet je, had ik zoveel gereisd dat het reizen me een beetje opbrak ook. Van dat ik denk van, ja, ik kan wel weer voor de 16e keer naar Ethiopië gaan. Mm. Maar word ik er zelf gelukkig van. Ja. Want ik zag niet heel veel veranderen. Ik zag, weet je, het is ook, je bent films aan het maken. En dat kun je gerust noemen als de links-progressieve films. Hè? Van, we moeten meer goed doen in de wereld, armoede bestrijden en bladibla. En je presenteerde de film dan, of die ging in première. Dus het was altijd voor je eigen publiek. En het was altijd een warm bad. Het was altijd heel fijn ook. Je kreeg applaus, je kreeg schouderklopjes. En je ging eigenlijk heel erg tevreden naar bed. Maar tot het moment je de vraag stelt, maar verander ik hier eigenlijk iets mee? En wie zijn die mensen die me schouderklopjes geven? Dat zijn eigenlijk mensen die hetzelfde denken als ik. Die het eigenlijk wel weten, maar die puur naar de film gaan en zich bevestigd voelen van hun wereldbeeld. En is de taak van documentairemaker niet misschien ietsjes meer dat we wat meer moeten kietelen? Dat we juist gedachtes moeten prikkelen van, doen we het wel goed? Weet je wel? En juist je eigen stam, zeg maar, aanspreken en de vraag durven te stellen van, kijken we wel in de spiegel? En doen we wel goed hier? Want ik zag ook heel veel dingen misgaan. Mm-hmm. En dat miste ik een beetje. Even voor mijn beeldvorming. Hè? Want je bent dus begonnen bij die kleine goede doelenorganisaties eigenlijk. Want je had het net eigenlijk over, ja, mensen wilden dan de arme kindjes zien met de dikke buiken. Maar dat had je in het begin bij die kleine organisaties nog niet zo, neem ik aan. Dan had je meer, of werd daar ook al? Nou ja, jawel. Kijk, het is zo, zo'n organisatie begint natuurlijk heel klein met hele goede ideeën. Met hele goede plannen, vaak samengewerkt met lokale mensen. En uiteindelijk moeten ze natuurlijk geld gaan werven. En geld kun je werven. En dan word je eigenlijk al bedrijfsmatig gaan denken als club. En daar zit hem een grens ergens, waar heel gemakkelijk een grens overgegaan kunt worden. Want je kunt het op twee manieren doen. Je kunt dat heel eerlijk doen, door gewoon het verhaal eerlijk in beeld te brengen hoe dat het is. Of je kunt gaan werken met die propaganda van, laat maar foto's zien van arme kindjes en dan krijg je wel veel geld. Want zo werken de grote clubs er ook. Mm. Hè? En dat werkt. Dus je zag dat wel op die kleine clubs. Is dat fout? Nou ja, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag zelfs. Maar dat principe zie je al in bij kleine clubjes. Hè? Maar daar zit geen foute gedachte achter of zo. Bij de grote clubs zit dan misschien een iets wat, ja, bedrijfsmatige, managementachtige gedachte achter. En dan kom je eigenlijk al dicht aan het gevoel van, je bent mensen aan het misbruiken
om je eigen organisatie in stand te houden of groter te maken. Terwijl juist een goede doelenclub zou moeten zijn gestoeld op het kleiner maken van de organisatie. Mm-hmm. En wat ik wel al zei, op het moment dat als een NGO groter wordt, dan is er iets mis. Ja. Want het moet zich overbodig maken. Dat is een goed doel. Hun doelstelling zou moeten zijn om eigenlijk zo klein mogelijk te worden en uiteindelijk te verdwijnen uit beeld. Want dan doe je je werk als NGO natuurlijk goed. Dat is het goede, ja. En nou, ik kan me herinneren dat ik naar een congres in Geneve werd uitgenodigd voor een. Ik moest daar een film laten zien. Of ik mocht daar een film laten zien over gehandicapten in derde wereldlanden. En ik zat daar met een directeur van een organisatie, van een NGO, grote NGO. Nog een directeur en een hele grote groep studenten. En ik dan. En ik stelde toen die vraag van, stel je voor, we moeten ons elke dag de vraag stellen, stel je voor, morgen is het beter. Morgen is de wereld zo hoe dat wij hem willen hebben. Geen armoede meer, er is gelijkheid in de wereld. Zijn we dan blij? Of ik heb dan geen werk meer. En ik moet je eerlijk zeggen, ik hou van mijn werk. Mm. Dus dat is wel een conflict. En de vrouw langs mij van een hele grote organisatie, die stapte op en die zei van, je hebt zo'n utopische vragen, ga ik geen antwoord op geven. En ze liep weg. Voor een hele grote groep studenten. Mm. Weet je? En, maar dat is wel de tragiek waar je uiteindelijk in komt als grote organisatie. Dat je uiteindelijk niet meer de organisatie, het in stand houden van de organisatie is belangrijker dan het doel waarvoor je eigenlijk bent opgericht. Mm. Dus het in stand houden van de organisatie. Dus dan ben je een bedrijf en dan mag je voor mij eigenlijk niet meer meedoen in die wereld van laten we de wereld beter maken. Nee. Dan moet je gewoon zeggen, we zijn een bedrijf, we werken op armoede. Ja. Maar dat zeggen ze natuurlijk niet. Nee, nee, dat is immoreel natuurlijk. Dat kun je ook niet doen. Dus je ziet het op in het klein, maar je ziet het in het groot ook. En in het klein, dat is onschuldig. Maar het onschuldige, dat kan vaak ook uitgroeien naar een groot managementplan. En dan wordt het, ja, dan wordt het kwaadaardig eigenlijk. Ja. En maar zag jij dat eigenlijk gaandeweg gebeuren in jouw tijd dat je daar films aan het maken was? Is dat iets wat je groeide, dat gevoel bij? Of? Nou, je hebt dat best wel snel in de gaten. Omdat er wordt heel selectief foto's gemaakt. Er worden hele selectieve verhalen verteld. Je wordt naar hele selectieve plekjes genomen om juist dat te filmen wat impact maakt. Hè? Dus dat gevoel, dat heb je al heel snel. Maar je groeit er zo in, omdat je ook, weet je, je komt eigenlijk ook uit die wereld en je denkt van ja, ik wil goed doen. En hoe kun je goed doen om mensen te overtuigen? En dat moet je doen met overtuigingskracht. En de naam zegt het al, dat moet kracht hebben. En dan moet je niet zomaar even een neutraal verhaaltje vertellen. Dan moet je ook even iets vertellen wat kracht zet. Ja, dat kun je beter op een vuilnisbelt doen waar kinderen leven. Dan, weet je wel, in een appartementje waar mensen misschien arm zijn, maar dat zie je niet zo goed. Dus dan ga je naar die vuilnisbelt, weet je wel. En daarbij vertel je nog wel altijd het eerlijke verhaal. Maar je schetst de situatie misschien ietsjes erger als dat die inderdaad in de werkelijkheid is. En ja, dat neemt dan uiteindelijk de overhand natuurlijk. Hè? Mm-hmm. En dat werkt ook. En dat wordt ook gebruikt, ja, misschien wel misbruikt. Maar heb je niet, want ik heb dan ook vaak het idee, hè, want die zeg maar, de mensen die daar dan geld aan geven aan zo'n grote organisatie, dat zijn natuurlijk mensen die op hun goedheid wordt op hen ingespeeld. Maar en zij eigenlijk kopen zij een soort van hun schuldgevoel of een plichtsbesef af naar de wereld door aan zo'n organisatie geld te geven. Zo voel ik het vaak. Hè? Maar eigenlijk houdt zo'n organisatie dan gewoon puur in stand dat soort mensen, dat gewoon de gewone mensen in Nederland eigenlijk daardoor niet daadwerkelijk aan de slag gaan met wereldproblemen. Omdat ze maar gewoon geld geven aan zo'n organisatie. Denken, dit komt wel goed, ik trek mijn handen er verder af. En zo'n organisatie, ja, die houdt dan eigenlijk alleen nog maar zijn eigen organisatie in stand. En daarmee wil ik niet zeggen dat ze daarnaast niks goeds doen of zo. Maar ik heb een beetje het idee dat we daardoor allemaal maar gewoon van ons afraken om daadwerkelijk een soort van met wereldproblemen aan de slag te gaan of zo. Nou ja, daar ligt wel het kern van het probleem waar we vandaag de dag ook in zitten. Het is de ongenaakbaarheid van het morele goed doen. He? Dat is heel moeilijk te bekritiseren. Want op het moment dat je het bekritiseert, op het moment dat je alleen al een vraag stelt, is die vraag al immoreel. Want het label goed, een goed doel, doet goed, is tegen armoede. Dus de vraag stellen alleen al zou eigenlijk bijna betekenen, ben je voor armoede? Mm. Weet je wel? Ja. Terwijl niemand in de wereld is voor armoede. Weet je wel? Mensen die zeggen, ik ben tegen armoede. Nou, gefeliciteerd. Weet je wel? Geef me een voorbeeld van iemand die het niet is. Ja. Weet je wel? Of ik ben tegen honger. Ja, ja, dat zijn,
Maar dat wordt wel heel vaak gebruikt door ook zo'n goede doelen natuurlijk. Van wat? Spreek je ons tegen? Denk je dat wij het niet goed doen dan? Weet je, wil jij de wereld naar de kloten helpen? Dat is, en daardoor wordt zo'n club natuurlijk bijna ongenaakbaar. En kan doen wat het wil. Zonder een kritische blik te krijgen van de buitenwereld. Omdat de buitenwereld... Ja, die zit ook in zo'n sociale druk van... Ja, je moet toch niet te veel kritiek hebben op die club. Die doen toch goede dingen. Wat doe je nou moeilijk, joh? Het is eigenlijk heel, heel vergelijkbaar met de thema's waar we zo meteen nog over komen te spreken. Maar ik voel nu gelijk inderdaad bijna van... Goh, ja, het is eigenlijk hetzelfde als dat je over corona of over klimaat of zo spreekt. Waarin je ook... Je kan niet, zeg maar, tegen... je kan niet voor een slecht klimaat zijn of zo. Je kan ook niet voor veel doden zijn door corona bijvoorbeeld of zo. Dus daar wordt ook continu op je schuldgevoel eigenlijk in gepraat. Herkenbaar, zeg maar. Kijk, het is misschien iets anders... omdat het iets bewuster is ingezet, denk ik. Met name klimaat. Hè. Dus het werkt gewoon heel goed... dat als je eerst maar angst creëert... en vervolgens de angst wegneemt bij mensen. En het moment dat je tegen het wegnemen van angst bent... ja, dan krijg je een heel grote weerstand van mensen die angstig zijn. Dus dat is gewoon een hele goede... dat is gewoon een heel goed model om mensen in een bepaald narratief te krijgen. Wat was voor jou het moment dat je eigenlijk ging stoppen dan met het films maken in die conflictgebieden? Nou ja, het deed nog wel altijd goed. Het voelde goed wat ik deed, alleen het was een formatje. Het was een kunstje wat ik deed. En ik dacht van ja, dat kan ik tot mijn 65 doen. Maar daar heb ik geen zin in. Het brengt me niet verder, zeg maar. En op het moment dat je al 6 keer de wereld rond hebt gereisd, denk ik van ja, die 7e keer word ik ook niet echt gelukkiger van. En toen. Nou ja, wat ik al zei, ik maakte 53 films in 10 jaar. Dus ik was eigenlijk een workaholic. En het probleem met de workaholic is dat je zoveel werkt... dat je geen tijd hebt om je geld op te maken. Dat is een beetje het probleem. Dus ik had wat gespaard. En ik stond hier notabene met kerstmis 2014 of zoiets. 2015. Op het balkon met mijn schoonbroer. En die was amateur cameraman. En toen zei ik tegen hem, en hij zat een beetje in hetzelfde schuitje... werkt in een balhouse, juist met een techniek. Ik zeg, weet je wat, als jij nou morgen je baan opzegt... dan betaal ik je een jaar lang en dan gaan we samen een mooie film maken. Precies de film die we willen. En hij zegt, meen je dat? Ik zeg, ja, echt. Ja, doe ik. Ja, dus doe maar. Ja, doe ik echt. Ja, doe maar. En dat deed hij. Was dit plan nuchter ontstaan of waren hier wat biertjes in het Nee, het was eigenlijk super nuchter, ja. Want okay, het klinkt echt als zo. Ik moest recht uit. Ik wilde echt wat anders. En ik wilde, mijn wens was eigenlijk... Weet je, je hebt waar je ook voor werkt. Hè, je hebt altijd, en er zit niks slechts achter hoor. Maar waar je ook voor werkt, je hebt altijd een bepaald narratief... wat je een focus meegeeft. Hè. Je moet zo denken of je moet die kleur aangaan... of je moet focussen op dat. En ik wou nou eens een verhaal vertellen wat belangrijk was... En waar ik helemaal 100% achter kon staan... wat helemaal onafhankelijk zou zijn. Ja, de enige manier is om het zelf te betalen... en dan mag je doen wat je wil natuurlijk. En met het idee, als ik een film maak... die heel erg dicht bij de mensen staat... dan verdient die film zich ergens wel terug. Hoe, dat wist ik ook nog niet, maar het komt wel helemaal goed. En nou, daar had ik heel erg behoefte aan. En dat ben ik uiteindelijk ook gaan doen. En wat ik ook merkte was dat... Er wordt natuurlijk heel veel, en daar was ik ook een beetje klaar mee... je wordt heel veel hulp geboden aan mensen ver weg. Vooral in die landen waar palmbomen staan. Mm-hmm. Dat idee kreeg ik. En onder het mom van ontwikkelingswerk kunnen we onder een palmboom gaan zitten. Weet je? Terwijl ik ook heel veel armoede in Berlijn zag. Berlijn kent boven 30.000 daklozen. Daarmee bedoel je dus eigenlijk te zeggen... dat de mensen die dan zelf die hulp gingen... bieden liever op een tropisch eiland... nou, eiland zal het niet zijn geweest, ja. Maar een mooie plek zijn. Weet je wel, van oh nou chill, dan zijn wij in de zon... even arme mensen aan het helpen. Ik chargeer nu. Ja, de meeste ontwikkelingsprojecten... vooral bezorgde burgers, zeg maar... worden gedaan in Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika. Heel weinig in Oekraïne, Moldavië, Berlijn... Berlijn kent 30.000 daklozen. Verschrikkelijk. Ja. We hebben sloppenwijken in Berlijn. Nou ja,
ergens denk ik van, nou ja, als je dan echt goed wil doen, waarom doe je het niet bij de buurman? Want dat kan ook. Weet je? En ik zag ook heel veel problemen ontstaan in Europa. En ik dacht van, misschien moet ik mijn focus ook ombuigen. Want natuurlijk, dat is ook mijn drijfveer geweest. Hè? Ik reisde veel. Dat was mijn wens ook, om te reizen en te filmen. Maar uiteindelijk kom je ook aan een bepaalde integriteit. En stelt je elke dag de vraag van, doe ik hier nog goed aan? Of kan ik het veranderen? Of kan ik van mening veranderen? Ja, dat was een moment dat mijn mening wel veranderde. Ik dacht van, ja, waarom die focus op Afrika? In Europa zijn ontstaan op dit moment ook heel veel problemen. Ook heel veel spanningen. Misschien moet ik daar wel wat mee. En aanvankelijk dacht ik eerst aan een film over vluchtelingen. Omdat ik dat wel heel interessant vond. Maar dat gaat dan al terug in 2011, was ik er al mee bezig. Met die vluchtelingenproblematiek. Ja, en toen kiepte er hier en daar ook heel erg twee kanten aan zitten. Ja, dat ja, precies. Ja. En er kiepte hier en daar een bootje om. Dat was dan niet zo, maar er was wel wat aan de hand. En ik weet nog dat ik ben naar Sicilië gegaan voor onderzoek. Eigen onderzoek ook. En maar ja, dat kreeg ik toen niet gefinancierd. En toen wou ik dat zelf nog niet financieren. Maar dat was ook de reden van, ja, waarom kreeg ik dat nou niet gefinancierd? En dat is een belangrijk verhaal. En de drang was er wel om dat verhaal te vertellen. Maar het werd niet gefinancierd. En dat brengde mij ook tot in 2015 dat ik daar stond met mijn schoonbroer. En ik dacht van, nu wil ik het echt eens gewoon doen. Ik weet nog niet wat voor een verhaal het gaat worden. Maar het wordt een onafhankelijk verhaal, gaaf gefilmd. Want ik wist dat hij een goede filmer was. En maar ja, hier staande, kijk je naar het landschap en je ziet alleen maar windmolens. En je ziet dat de boer steeds meer aan het vergaan is. En dat vond ik heel interessant. Van, is dat een conflict? Is dat een probleem? Ik wist eigenlijk heel weinig van klimaat af. Dus dat hangt er natuurlijk allemaal aan vast. En daar ben ik eigenlijk... De film is eigenlijk heel chronologisch opgenomen ook. En zo is hij ook gemaakt. Ik begon bij het vragen van boeren van, waarom hebben jullie geen aardappelen meer? En dan kom je bij het narratief energietransitie, maakt plaats. Of drinkt de aardappel weg, het lokale voedsel. Dan van, oh ja, nou ja, goed, als dat dan uiteindelijk het klimaatprobleem oplost, dan is dat, weet je wel, dan doen we het ergens voor en halen we het voedsel wel ergens anders vandaan. Mm. Nou ja, dan duik je in die wereld van de klimaat en dan, ja, dan kom je een narratief tegen wat je eigenlijk nooit eerder hebt gehoord. Ik weet dat ik ben gaan onderzoeken en ik trok daar een kelder aan klimaatcritici open. Dat ik dacht van, hè? Die hebben gewoon een goed verhaal, een genuanceerd verhaal. Maar die hoor ik nergens. Hoe kan dat dan? Mm-hmm. En ja. Even voor de mensen thuis, want over welke film hebben we het nu? We hebben het nu over The Uncertainty Has Settled. Ja, en dat is eigenlijk jouw eerste film. Dus wat je net al zei, je begon je eerste onafhankelijke film. En daar ben je dus eigenlijk per ongeluk op het klimaat Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, ja. En door... Eigenlijk de ingang was de landbouw. Ja. Van wat is daar aan de hand? Ik zie het voedsel verschuiven. En nou ja, en dan denk je van, god, dit is gewoon journalistiek gezien eigenlijk super interessant. Dat er dus eigenlijk meerdere narratieven zijn die we misschien nog helemaal niet kennen. Mm. En nou, hoe geweldig is dat? Mm. En toen ben ik mensen aan gaan schrijven, klimaatwetenschappers, maar ook klimaatcritici, ook klimaatwetenschappers, maar die dan kritisch er tegenover staan. En toen begon eigenlijk dat hele proces te draaien, wat mij ook best wel verwaarde. En dat is dat ik, toen de klimaatwetenschappers, ik weet nog hier Schnellhuber, dat is hier de klimaatpauze in Duitsland, die adviseert Merkel ook in het klimaatbeleid. Potsdam Instituut werkt hij. Die schreef ik een e-mail van, goh, ik ben een film aan het maken en ik vind het wel interessant, die twee verschillende narratieven. Hè? De critici en de klimaatwetenschapper. Ik wil heel graag interviewen. En ik weet nog dat ik een e-mail terugkreeg van, daar gaan we niet op in, want er is maar één richting. En hij stuurde me ook nog een pdfje in de bijlage, hoe de media om zou moeten gaan met klimaatontkenners. Ja, dat vond ik wel... Dat vond een hele wereld brak voor mij open. Omdat het werd echt zo gepretendeerd alsof klimaatontkenners een ziekte was of zo. Mm-hmm. Weet je wel? Er werd echt zo gezegd van, ga er niet op in, weet je wel. En toen schrok ik, maar toen werd het eigenlijk nog interessanter. Journalistiek gezien van, hey, er is dus een heel gevoelig iets hier. En hoe kan dat? Nou ja, dat heeft me gebracht
tot die film die ik heb gemaakt. Waarin je eigenlijk een heel... het is een soort van wakker worden. Hè, van, je komt aan de fundamenten van het politieke... De politieke fundament... die uiteindelijk een bepaalde richting duwt... waarin wij eigenlijk alleen één richting mogen zien en geloven... en die andere richting wordt verketterd, wordt zelfs klimaatontkenner genoemd. Ik vond dat redelijk gek eigenlijk. Mm. Maar wel heel erg interessant, journalistiek gezien. Ja. En ik dacht van, hey, dit moeten mensen weten. Dat er verschillende perspectieven zijn. Het maakt niet uit wat je gelooft... maar het is wel belangrijk om te weten dat ze er zijn... Op het moment dat je perspectieven of geluiden in de kelder gaat duwen... ja, dat is gewoon niet gezond in een democratie. En dat deed ik en daar heb ik heel veel plezier aan beleefd. Maar het is ook wel een afbrokkeling van mijn wereldbeeld geweest. Omdat ik in één keer verhalen hoorde die ik nog nooit had gehoord. Nee. Dus ik voelde me eigenlijk een beetje een kind... die voor het eerst de wereld in kon kijken. Ja, want wat kwam je tegen? Want je bent daar ingegaan met dit. Ik zei net al in de intro, noemde ik jou linkse filmmaker. Mm. Dus ik ga er maar gemakshalve van uit dat jij op dat moment leefde met het idee dat wij allemaal verantwoordelijk waren voor de verandering van het klimaat. En dat uitmondde in misschien wel, als het zo doorging, het uitsterven van de mensheid. Ja, nou, ik ging wel mee in het narratief van we gaan niet goed om met klimaat. Maar geen flauw idee wat ik zei eigenlijk. Nee. Weet je? Maar dat is een goed idee, weet je wel. Ja, we moeten beter omgaan met klimaat. Nou ja, gefeliciteerd, ja. Weet je, doe het. Ja. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Ja, daar kon ik eigenlijk niet echt een antwoord op geven. Ja, goede landbouw, maar dat wist ik ook nog niet echt waar ik het over had. Elektrische auto's? Ja, zover was het destijds nog niet, okay. Maar... Het zou zomaar kunnen, ja. Mm. Maar zonder erover na te denken. Omdat je denkt van ja, dat is toch goed? Mm. Wat is daar mis mee? Mm. Waarom zou ik, noemen ze reden om niet goed om te gaan met het klimaat? Dus dat is toch goed? En en uiteindelijk wordt dat beeld gewoon genuanceerder. Het is niet zo dat ik volledig tegen alles ben. Maar wel, het wordt wat genuanceerder van... Oké, wat betekent klimaat eigenlijk? Dat is wel interessant. En wat kunnen we dan... voorspellen, dat vind ik ook wel interessant. Hoe wordt het op dit moment voorspeld? En wat voor onzekerheid zit erin? Zit er nog een onzekerheid in? En wat is dan de echte manier om ermee om te gaan... als er dan een probleem is of een verschuiving? En dat beeld werd mij steeds genuanceerder... maar ook dat juist het valse narratief eigenlijk... dus het gevoel, de angst, wordt heel erg misbruikt... om uiteindelijk de mensen een politieke richting op te krijgen. Dat was eigenlijk een beetje wat ik uit die film leerde. En ik weet dat ik bij Piers Corbyn was in Engeland... de broer van Jeremy Corbyn. Mm-hmm. En die is nogal een klimaatcritici. Hij is astrofysicus, meteoroloog ook. En hij kijkt eigenlijk meer naar de werking van de zon op het klimaat. Vond ik eigenlijk best wel een logisch verhaal. En hij sprak destijds van de deindustrialisering van het Westen. Mm-hmm. En hij nam als voorbeeld bijvoorbeeld dat bedrijven, Tata Steel bijvoorbeeld, hè, die koopt een staalbedrijf op in Engeland, reduceert het volume aan productie, waardoor het CO2-subsidies krijgt. En met die subsidies, ze sluiten uiteindelijk de fabriek in Engeland en met die subsidies, die CO2-subsidies, openen ze een nieuwe staalfabriek, dezelfde staalfabriek, maar dan in India. En dat wordt dan onder de noemer van klimaat. Wordt dat goedgekeurd? Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel raar. Maar het is allemaal goed, weet je wel. We strijden allemaal voor het goede klimaat. En Tata Steel ook. Dus daar mag je niet kritisch over zijn. Dan ben je klimaatontkenner. Ja, dat narratief zag ik al heel duidelijk naar voren komen. Dat je, ja, dat we eigenlijk een beetje angstig worden gemaakt... om uiteindelijk... de politieke richting van het globale denken op te kunnen gaan. En ik kan me nog een super interessant interview van een... die man die was 95 of zoiets, staatscriticus in Duitsland. En die zei... die is niet in de film gekomen overigens... maar ik vond hem wel super interessant, want hij zei echt... Marijn, de tijden zijn niet veranderd. Er is niks veranderd in de wereld. Het is toch altijd zo hoe dat het vroeger ging. En vroeger was het ook de paus die had geld nodig... van zijn Sint-Pieterskerken. Dus die stuurde zijn mannetjes de deuren langs... met van die geldkastjes. Hè. En die zei dan...
Die klopt op de deur en de mensen maakten open. En dan zeiden die mensen: wenn das Geld in kasten klingelt, dan de Seele van das Fegenfeuer in den Himmel springt. Also erst bezahlen. Hè? Nou, dat principe zei hij. En hij vertelt dat echt als een mooie oude open. Hè? En dat principe is vandaag de dag nog steeds aanwezig. Hmm. En je kunt dat heel erg terugzien in het klimaat. Want in het klimaat zijn we zonde af en betalen met CO2-belastingen en zo, terwijl het totaal geen enkel effect heeft op het klimaat. Dus dat eeuwenoude principe zit er nog steeds in. En het is begonnen met het geloof in God, hè, de zondeboeting naar onze lieve Heer, en anders kom je niet in de hemel. En nu is het eigenlijk zo dat je ook weer in diezelfde zonde terechtgekomen bent... wat heel moeilijk te vatten is. Het zijn schulden die je worden aangepraat. Het is, onze voorouders hebben iets fouts gedaan. Wij moeten het oplossen met de verantwoordelijkheid voor onze kinderen en kleinkinderen. Mm-hmm. Nou, daar zit je al redelijk gevangen tussen schuldcomplexen. Mm. En elke vraag die je stelt is al per definitie immoreel. Omdat heb je geen verantwoordelijkheid voor je kleinkinderen? Denk je alleen maar aan jezelf? It's all for the common good. Ja. Dat is best wel een moeilijke situatie waarin je zit, waarin elke vraag die je stelt heel erg lastig kan zijn. Nou, en je leeft dus je hele leven met een schuld die je constant aan het afbetalen bent. En dat is natuurlijk erg, dit is wat ik vaker zeg ook, en ook wat veel filosofen zeggen, maar dat je begint met vroeger een schuld aan God, daarna aan de staat en nu aan de wereld, zeg maar. En zo met nu dan de laatste stappen, die schuld aan de wereld, ja, die kan je zo ver doortrekken, dat je continu maar gewoon je schuldig moet voelen over wat er alles gebeurt. En met alles maar gewoon, oh ja, oké, nou, maar nu moeten we maar dit probleem oplossen. En dan continu wordt er, zeg maar, met sentiment op je ingespeeld om bepaalde wereldproblemen op te lossen. Maar ja, wat zit er dan achter die wereldproblemen? Weet je wel, dat zijn vaak hele andere dingen. Mechanismen waardoor juist weer macht wordt verworven. Of weet je wel, er zit iets anders achter vaak dan daadwerkelijk het oplossen van het ene probleem. Ja, en het is ook de enigste manier. Kijk, uiteindelijk is het allemaal massamanagement, hè, wat er gebeurt. Dat gebeurde vroeger bij het geloof in God. Het gebeurt nu in het geloof in klimaat en corona. En daar zijn er nog wel meer. Maar een goed massamanagement. En je kunt dat hetzelfde. Een paar jaar geleden, of dat is al best wel een tijd geleden, was er in Duisburg zo'n love parade, wat helemaal mis is gegaan. Mm. Hè, waar mensen onder een brug zaten ze, ja, goed. En er zijn heel veel studies op gebaseerd, die uiteindelijk ervoor zorgen, hè, hoe managen wij een grote groep mensen, een kudde mensen, zeg maar, in paniek. En dat hebben ze getest op koeien. Want koeien zijn heel goed vergelijkbaar. Als ze in stress zijn, wat doen ze dan? Dus, en dat vond ik, ik heb daar een documentaire over gezien en dat vond ik wel zo interessant dat ik daar meer in ben gaan duiken in, ja, mensenmanagement, massamanagement. Wat is dat dan eigenlijk, weet je wel? En massamanagement is eigenlijk dat je de kudde, hoe moet ik dat zeggen? Massamanagement komt voort uit een heel goed principe en dat moet elke overheid moet ook een soort van massamanagement hebben, hè? Anders wordt een land chaos, zeg maar. Hmm. Het is heel moeilijk, want als je een mens wil managen, moet je hem vrijheden afnemen. Anders kun je hem niet managen. Want vrijheid en zekerheid en veiligheid zijn antoniemen. Dus die passen niet bij elkaar. Dus op het moment dat je een mens, een volk, zeg maar, veiliger en zekerder wilt laten leven, dan moet je het vrijheden afnemen. Maar de mens heeft een oerinstinct dat het niet zo heel gemakkelijk vrijheden afgeeft. Dus moet de overheid wel met iets komen waardoor het lijkt dat de mens vrij wordt, maar je neemt eigenlijk vrijheden weg. Dus er wordt er een verwarring gemaakt tussen zekerheid en veiligheid, wordt omgewisseld met vrijheid. En dat denken mensen. Hè? Mensen leven heel veilig en denken van we zijn vrij, maar dat zijn twee antoniemen. Daarvoor is vrijheid afgenomen. En dat is een heel geraffineerd methode die wordt gebruikt. En dat is massamanagement. Dat is cognitieve wetenschap die wordt ingezet in de politiek. En dat werkt eigenlijk hetzelfde als, en dat zie ik in het klimaat ook. Als ik tegen jou zeg van, ik ben een arts,
een serieus gewaardeerde arts. Ik zeg tegen jou, Johan, volgend jaar ga je dood. Een jaar heb je nog te leven, jongen. Maak er het beste van. Het is ongeneeslijk. En je hoort dat een half jaar later nog. Hè? Ja, het is bevestigd. Je gaat echt dood. En dan de laatste maand kom ik als arts aan jou en dan zeg ik, Johan, ik heb goed nieuws. Je blijft leven. Maar wel met één been minder. En jij springt een gat in je lucht. Met één been. Je gaat op dat ene knietje nog zitten voor de arts en dankt hem. Maar hij heeft wel een been afgenomen. Dus dat bedoel ik met de angst die je wordt aangepraat. En uiteindelijk krijg je er een klein beetje voor terug. Maar je hebt de helft van je leven is naar de kloten. Mm. Maar je accepteert het en je denkt dat je vrijheid hebt teruggekregen. Maar je hebt het niet teruggekregen. Mm. Er is wat van afgegaan. Ja. En dat management, dat wordt ook op koeien wel iets anders. Hè? Maar, en dat is een heel logisch principe dat de politiek ook dat management toepast. Mm-hmm. Maar dat management kent op een gegeven moment geen grenzen meer. Want waar ligt de grens? Want dan zou je mensen moeten ontmensen, zeg maar. En dat is natuurlijk waar voor een groot deel op lijkt waar we nu in zitten en waar we heen ja, gaan. Ja, maar het is ook, weet je, dat is ook de meest efficiënte manier om een volk te laten leven. Hè? Om het dezelfde richting op te krijgen. En op het moment dat het zoveel mogelijk veiligheid en zekerheid op die mensen krijgen. Mm-hmm. Maar dan moet je wel heel veel vrijheden afnemen. En dat is het. Ik was een half jaar geleden, of een jaar geleden met deze film, de laatste film, was ik bij een koeienboer, een hele moderne. Waar alles gewoon met robots gebeurt in de stal. Hè. Er gaan robots die poetsen de stal schoon. Robots die zoeken met laser de uier. En die zoeken waar, weet je wel, die ploppen aan die uier. En de boer zit alleen maar achter zijn laptop en die checkt het. En die ziet precies wat er allemaal in die koe zit. En die koe. Weet je, een koe is geen koe meer. Dat is geen koe. Een koe is eigenlijk iets wat op de wei staat. En dat graast een beetje, geeft melk aan zijn kinderen. En ergens is de boer heeft gedacht van, hey, laat ik daar eens wat melk uit die uier knijpen. En dat vind ik wel lekker. Nou, de vrouw wou ook eten, familie ook, het dorp ook, de stad ook. En dat is groter geworden. Niemand te controleren. En die boer dacht van, ja, ik wil het wel goed doen. Dus ik moet die koeien eigenlijk een beetje bij elkaar houden. Ik bouw er een hek omheen. Daar begint al de eerste ontkoeing. Hè? Mm-hmm. En dat zie je ook op de mensen. En uiteindelijk wordt dat nog groter. En komen er regels aan vast. En dan moet die koe naar de stal. Dus en dat is geen slecht plan. Hè? Dat is geen plan van, ik wil de koe besturen. Nee, dat is gewoon, dat is de meest rendabele manier van een koe houden. Als je die melk wilt produceren. En uiteindelijk staat zo'n koe daar. En is gewoon geen koe meer. Dat is geen koe meer in de stal. Die heeft totaal geen idee meer wat een koe is. Mm-hmm. En datzelfde management, exact datzelfde, zit er ook op de mens. Maar weet je, ik vind het een perfecte vergelijking met de situatie waarin we nu en altijd eigenlijk zitten. Alleen, het belangrijke hieraan is ook dat dus de mensen die die koe de stal in hebben gedaan, hebben niet gedacht, we gaan die koe besturen. Maar ze hebben gedacht, ik ben beter dan die koe. Ik ben iets anders dan die koe. En dat is natuurlijk ook de vergelijking die je kan trekken naar nu, de situatie waarin nu wat de mensen die eigenlijk de macht hebben, die ons inderdaad zeg maar van de weide naar de stal brengen, ons ook niet op hetzelfde level zien als hen. Want anders hadden ze ons niet van die wei naar die stal gebracht. Nee, zij zijn de herders en wij zijn de kudde. Precies. En de herder staat altijd boven de kudde. Mm. Alleen de herder is ook niet de baas. De herder is slechts degene die de schaapjes zeg maar de richting op laat lopen. Want de eigenaar van de schaapjes en de herder is ook niet in het belang van de schaapjes staan, maar in het belang van degene waar de schapen van zijn. Mm. En die de herder betaalt om de schapen in dwang te houden. Mm. Maar die zie je niet. Die zie je nergens. Nee. En dat is wel een goede vergelijking inderdaad. En het enige verschil is inderdaad, denk ik, dat de verantwoordelijkheid van de mens wordt ons redelijk afgenomen. En de journalist en de politici voelt zich verantwoordelijk om zich te ontfermen over het volk. Nou, en sterker nog, om in analogieën van deze dieren te blijven hangen, is dus dat de schapen zelf gewoon denken van, nou, Ik doe maar gewoon wat die herder met zijn hond zegt. Want dan ben ik in ieder geval veilig van die wolf.
En op die manier kun je dat natuurlijk ook weer zo vergelijken. Van oké, nou, wij gaan dus meelopen met deze herder. En dat schaap, die vertrouwen wij, zodat wij niet door die wolf worden aangevallen. Maar als die wolven er al lang niet meer zijn, en die herder die doet alleen nog maar, die zet een paar verklede wolven neer ergens in het veld. Ja, dan blijven die schapen nog steeds achter die herder aanlopen. Terwijl die wolven, die zijn er helemaal niet meer. Ja. Ja, ja, precies. Het is wel een hele mooie metafoor. Het wordt vaak gebruikt door cognitieve wetenschappers. Mm. De herder met zijn schapen. En wie is dan eigenlijk de echte baas? Nou, de baas die komt helemaal niet voor in die metafoor. Nee. Want dat is de bezitter van de schapen. Ja. En dat is niet de herder. Ben maar niet bang. Nee. Weet je wel? Want de bezitter die is niet zo dom om achter die schapen aan te rennen. Die zit ergens op Hawaii of zo. Ja. Maar dat is wel exact het management van de mensen ook. Ja. En je kunt denken, er zit een slecht plan achter. En daar geloof ik niet in. Het plan is volgens mij, in fundament is dat een goed georganiseerd plan, met het idee om het mensen zo veilig en zo zeker mogelijk te maken. Maar uiteindelijk ontaart zich dat natuurlijk, want waar is de grens? Mm. Waar zit de grens? En dat is een heel interessante vraag. Waar zit de grens tussen het reguleren? Want reguleren is niet per definitie verkeerd. Mm. Waar zit de grens vanuit het reguleren naar het manipuleren? Die is flinterdun, die grens. En die gaan we wel over. En het management boven heeft natuurlijk ook geproefd aan macht. En als mensen te veel macht krijgen, worden ze macht gecorrumpeerd. Dan krijg je psychopaten. Die uiteindelijk de kudde gaan leiden. En ja, daar moeten we wel voor waken dat we er zo weinig mogelijk van hebben, zeg maar, aan de macht. Ja. En dat zie je wel steeds meer, dat er steeds meer macht naar eigenlijk grote corporaties gaan en niet meer naar de kleine individuen. En dat is jammer, want daardoor trek je eigenlijk een hele democratie volledig uit elkaar. Want juist de diversiteit aan meningen, perspectieven is het beeld wat we moeten hebben om progressie te hebben. En op het moment dat je dat niet meer hebt, dan kom je naar totalitaire principes. Hè? Mm-hmm. En je kunt dat, ja, het begint op de basisschool. Hè? Dat begint heel onschuldig. Dat van, wat gebeurt er in de herfst, Jantje? Of Marijn. En je zegt, ik weet het, oma Henk is jarig. Fout. En je denkt, fout? Hè? Maar oma Henk is jarig. Weet iemand anders het? Ja, jij, ja, de herfst, de blaadjes van de vallen van de boom. Ja, dat is goed. En jij denkt, van godverdomme, ik weet toch heel zeker dat Henk jarig is? Hmm. En dan de week daarna, en dan zit je in je basisschool, hè? En dan de week daarna zegt de juffrouw dat nog een keertje, Marijn. En dan een beetje explicieter, hè? Wat gebeurt er in de herfst? Dan heb je als kind op die leeftijd twee keuzes. Of ik zeg, ik blijf erbij om me heen gejaagd, maar dan ben ik fout. En ik wil niet fout zijn voor het ogen van al mijn klasgenootjes. Of ik zeg gewoon wat de juf wil horen. Dan ben ik er vanaf en dan hoor ik erbij. Dus je zegt je van, blaadjes vallen van de boom. Goed zo! En je hoort erbij en je bent blij. Want je hebt het goed gedaan. Dat is de drang van de mens. Maar daar op de basisschool wordt al je creativiteit volledig weggenomen. Ja. Word je als staatsgehorig eigenlijk gemaakt. En dat begint dan misschien heel onschuldig door een hele lieve juffrouw. Maar uiteindelijk zet zich dat door ook in managementtermen naar politiek. Naar grote macht. En dan kom je in het narratief waar we vandaag de dag zitten. Geloof nou maar gewoon in wat de autoriteiten zeggen. Want ze werken met grote experts. Weet je wel, die mannen weten waar ze het over hebben. Mm. En ik denk van ja, laat me niet te moeilijk doen, joh. Weet je? Maar weet je wat ik wel het mooie vind, Marijn? Want de kids die toen op de basisschool nog steeds zeiden dat mijn oom jarig is. En die dat, ik bedoel, die hebben daarna op de middelbare school waarschijnlijk geen hele makkelijke periode gekend daar. En als ze dan nog zo dom waren om door te studeren, hebben ze daar waarschijnlijk ook, zeg maar, met moeite moeten halen allemaal. Maar de mensen die wel altijd hebben blijven zeggen dat in de herfst, en we blijven heel erg een metafoor op praten. Ja, ja. Maar dat mensen dat de mensen die nog steeds zeggen dat een oom jarig is in de herfst, dat zijn de mensen die misschien zich op die periodes heel slecht hebben gevoeld. Maar dat zijn de mensen die in deze periode zoals nu floreren en opstaan en bij hun waarheid durven blijven te staan. Ik denk het ook, ja. De mensen die integer blijven aan hunzelf en hun eigen ziel. En
denken, dat zijn de mensen die op dit moment floreren inderdaad. Omdat dat is wel een tijd waarin... Ik weet nog, een goede vriend van mij, die is financieel redelijk afhankelijk. Of die is eigenlijk binnen, zeg maar. Onafhankelijk, ja. Ja, precies. Mm. En die is nu iets in de 70 of zo. En die zei van... die zei mijn laatste keer van Marijn... Vroeger op school, jongen... De leraar economie kwam aan met een ladaatje. En die ging mij vertellen hoe de economie werkte. Nou, ik heb me uitgelachen. En uiteindelijk denk ik van ja... Het zit wat grappig als je dat op die leeftijd al zo scherp kunt zien. Hè? Ja. En hoe kan een werknemer van de bank mij gaan vertellen... hoe ik nog meer geld kan verdienen... terwijl die man nog steeds bij de Rabobank werkt? Mm. Weet je? Dit is een onderwerp wat ik vorige week ook met Kim Veenstra besprak... En wat ook terugkerend is nu, omdat het onderwijs zo bij de mensen die zeg maar zo wakker aan het worden zijn nu, is dat ze inderdaad erachter komen van: oh, maar wacht even, dit gaat al mis op de basisschool. Mm. Maar zie jij ook echt een oplossing dan bij in dat scholensysteem? Ja, dat moet op de schop, ja zeker. Mm. We moeten echt naar vrije scholen toe, ja. Waar je kind beoordeelt op talenten en niet op handicaps. En daar zit het hem in, hè. Want de grootste handicaps zijn de grootste talenten ook. Maar ze worden net andersom gepresenteerd. Weet je wel, ik ken autisten. Nou, die moet je bepaalde dingen dus absoluut niet laten doen. Want dat gaat helemaal mis... Maar die zijn zo ongelooflijk sterk in andere dingen... dat je denkt van, man, dit is bijna buitenwerelds. Mm. Ik heb films gemaakt in ontwikkelingslanden van gehandicapten. En ik heb door de Kibera-slums, de grootste slums van in ieder geval van Afrika... gelopen met een stokblinde vrouw die daar alle wegen kende. Stokblind. En zij was mijn enigste gids die ik op dat moment bij me had. En ik kon vol zien en zij was stekenblind. Mm. En ik dacht, en dat is een labyrint, jongen, dat wil je niet weten. En ik dacht, als zij hier nu een haleval krijgt, heb ik een fucking probleem. Dan ben ik de Sjaak, ja. Dus daar kun je je de vraag stellen, wie is hier gehandicapt? Is dat die blinde vrouw? Of ben ik dat? Mm-hmm. En ik geloof dat ik dat op dat moment was. Maar in de scholenwereld is die vrouw gehandicapt, want ze is blind. Weet je, en dat is een interessante manier om naar de dingen te kunnen kijken. En ik denk dat we daar ook mee aan naartoe moeten. Want dan krijg je echt een wereld waarin je gaat kijken naar talenten en niet naar formats. En naar formats en modellen, daar zitten we wel. We zitten echt in zo'n formatdictatuur eigenlijk. Hè? Mm. En als het er niet in past en als je niet zegt de blaadjes vallen van de boom, dan ben je fout. Ja. En de sociale druk maakt zo groot dat je op een gegeven moment gewoon zegt dat wat de minste weerstand voor je is. Ja. Omdat je wil gewoon een relaxed leven hebben, man. Niet te moeilijk. Maar het leven moet moeilijk zijn. Het moet, weet je, democratie is geen cadeautje. Weet je, daar moet je echt voor knokken. Ja. Daar moet je niet echt, dat is niet vanzelfsprekend. Maar dit is echt precies wat ik altijd zeg. Is dat we zo geleerd zijn om al onze verantwoordelijkheden weg te leggen in de handen van autoriteiten. Om daar maar comfort voor terug te krijgen. En dan onze vrijheid. En dan wel tegelijkertijd vrijheid willen. Maar zo werkt vrijheid niet. Voor vrijheid moet je verantwoordelijkheden nemen. Je moet verantwoordelijkheden nemen over je eigen leven. Jij moet gaan bepalen hoe je leven eruit moet komen te zien. En als jij bepaalde dingen bij mensen flikt, weet je dat er consequenties voor zijn. Maar we hebben onze verantwoordelijkheden weggelegd en we leggen alles in de handen van autoriteiten neer om maar zo comfortabel mogelijk te leven, maar wel tegelijkertijd vrijheid willen. Zo werkt het niet. Het is het een of het ander. Als je vrijheid wil, opstaan en godverdomme gaan werken voor die vrijheid. En gewoon je verantwoordelijkheden daarvoor pakken. En dat is echt. Ja, het zijn echt een stel zombies geworden die alles maar wegleggen en daar geen enkele verantwoordelijkheid meer durven te pakken voor iets in het leven. Wij gaan op de knieën voor de macht. De macht moet voor ons op de knieën gaan. Dat is democratie. En dan krijg je een florerende samenleving. Want wat is de macht nou? De overheid is er voor ons. Dat is principe nummer 1 in de westerse wereld. En als je dat niet bevalt, ga alsjeblieft in Zimbabwe wonen. Dan vind je het allemaal wel prima wat er voor je wordt geregeld. Maar ik ga daar niet in mee in dat narratief. Het moet andersom. De macht moet voor ons op de knieën. Mm-hmm. Die moeten bang zijn voor ons, wat wij willen. Want wij willen floreren. Maar nu is het helemaal andersom gedraaid. Hè? De burgers zijn ongehoorzaam.
De burgers werken niet mee. Och, dan heb je weer zo'n anti-clubje. Mm. Weet je wel, we moeten godzijdank blij zijn dat we ze hebben. Mm-hmm. Want dat is nog de enige vorm van samenleving wat we kunnen wensen. Hè? Dat we echt wel mensen hebben die zeggen van laten we de wereld goed beter maken. Weet je wel, ietsjes beter als hoe dat we hem vonden. Mm. En daarvoor moet je strijden. Weet je? Daarvoor heb je avontuur nodig. En het leven is avontuur en avontuur is nooit leuk. Weet je? Dat wordt altijd leuk achteraf. Dan kun je het romantiseren. Hè? Dat heb ik wel geleerd in weet ik waar ik ook allemaal wel was. Dat ik op dat moment dacht van man, hoe ben ik hier op deze plek terechtgekomen? Jongen? Ik zit er tussen alle shit van de hele wereld in. En ik heb er zelf voor gekozen. Hoe is het mogelijk? En de vraag of ik terugkom is ook nog maar de vraag. Ja. Ik heb jou een keer een heel grappig voorbeeld horen vertellen over dat jij volgens mij in een oorlogsgebied zat of zo zelfs. En dat je met je vrouw aan het bellen was over... Die vond ik heel treffend. Ja, ik dacht dat het in Pakistan was. Of dat weet ik eigenlijk wel heel zeker. En er was net een invasie geweest van de Taliban. En er waren mensen gewoon doodgemaakt. Weet je? En ik stond op het dak omdat ik moest schuilen en... Op dat moment had ik een gemiste oproep van mijn vrouw. En ik dacht van ja, ik moet even terugbellen. En ik had tijd, want ik zat daar toch op dat dak te wachten. Totdat alles weer rustig was. Dat alleen al is al een heel gekke gedachte. Dat is een rare wereld, ja. Maar dat is wel de wereld waar we in leven. Die ligt zo dicht op elkaar. En op een gegeven moment belde ik op. En ik kan het voorbeeld niet haarfijn vertellen. Maar er was een probleem thuis. Thuis in Berlijn. En ik hoorde dat aan en... Nou ja, ik keek om me heen en ik zag mijn probleem. En ik luisterde en ik hoorde haar probleem. En het was een totaal verwarrende situatie. Omdat ik dacht van, fuck ja, ik kan op twee manieren reageren. Ik kan zeggen van, meisje, stel je niet aan. Je moet eens weten wat ik zie, dat is een probleem. Mm. Weet je wel, maar dat zou een conflict hebben, denk ik. Of dat weet ik eigenlijk wel heel zeker. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb me daar echt... bijna de ogen gesloten, maar ik moest ze ook echt gesloten houden. En proberen te voelen, ja, dat probleem van haar is op dat moment voor haar in die situatie een groot probleem. En dat is niet mijn groot probleem, maar de kunst is, hoe ga je daarmee om? En nou, uiteindelijk heb ik gezegd, ja, ik snap het, weet je wel. Laat ik er even over nadenken en ik kom erop terug. Maar dat is wel het is zo moeilijk om daarmee om te gaan. En dat brengt ons ook weer naar een vraag van hoe gaan we met die polarisatie om? Hè? Mm. De ene voelt de grote probleem, de angst voor het medische virus. Hè? Dus de dood eigenlijk. En de andere heeft de angst voor de dictatuur. En beide angsten zijn reëel. Mm. Die zijn super echt. En die zijn zo krachtig dat je ze niet eventjes weg kunt wimpelen van... Ah joh, stel je niet aan, autoriteitsgelovigen. Weet je wel, daar moet je ook voor knokken om weer samen te komen. Hè? Dat kun je niet radicaal doen. En dat heb ik wel geleerd in die landen. Dat, man, het is zo moeilijk tussen die twee werelden in te leven. Als filmer, maar ook journalistiek gezien, zeg maar. Om zonder een mening eigenlijk iets op tafel te kunnen gooien. Want ik weet dat ik maakte een film over kind- en moedersterfte. Mm. In Afrika. En nou ja, daar zie je ook dingen, weet je wel, die... Als je kijkt hoe kinderen worden geboren, moeders doodbloeien tijdens de geboorte. En de dag daarna zou ik... de dag daarna... wat was het toch? Oh ja, dat verhaal, ja. En de dag daarna belde... was ik in Nederland of in Berlijn weer. En toen was er geen kerstman beschikbaar voor de kindergarten in Berlijn. Toen heb ik die baard aangetrokken en was ik daar de kerstman. Voor de kinderen in Berlijn. En die wereld die is gewoon zo gigantisch. Staat zo ver van elkaar af, maar is zo dichtbij. Dat was een dag reizen voor mij. Weet je wel? En het ene moment sta je te kijken hoe een moeder doodbloeit en de volgende dag heb je daar kinderen op je schoot en speel je de kerstman. Mm. Weet je wel? En daar het verschil kan niet groter eigenlijk. Nee, en je krijgt zo'n brok in de keel eigenlijk van geluk ook. Hè? Dat je denkt van man, wat ben ik blij dat mijn kinderen hier geboren zijn. Mm. en niet daar. Maar dat is wel een gevoel wat je heel erg dichtbij je moet houden ook. En wat je zo moeilijk kunt
verwoorden. Omdat ik heb vroeger ook zo vaak gehoord van Marijn, eet je bord leeg. De kindjes in Afrika zouden er blij mee zijn. Ja, dat deed me werkelijk helemaal niks. Nee. Als kind. Weet je wel? En dan begrijp je wel wat. Maar je begrijpt ook alweer, het heeft geen zin om dat zo te vertellen. Want het komt toch niet aan. En in dat veld zitten we op dit moment ook. Hè? Dat ik mensen die totaal die hysterisch reageren op het klimaatverhaal, om die te vertellen van ja, maar er is toch nog een ander verhaal. En die willen daar niet naar luisteren. Weet je, dat komt niet binnen. Dat is hetzelfde als dat je zegt tegen iemand, tegen je zoon van eet je bord leeg, want kindjes in Afrika zouden er blij mee zijn. Geen flauw idee waar, dat kind heeft geen flauw idee waar je het over hebt. Nee. En die mensen aan de andere kant ook niet. Dus dat is wel de meest interessante vraag. Hoe komen wij, weet je wel, weer wat dichter bij elkaar? Ja, ja. Zonder op de vuist te gaan. Mm-hmm. En waar we nu in zitten, is dat we zitten in een stadium dat we niet meer met elkaar praten. Ja, en de volgende stap is dat we met elkaar op de vuist gaan. Mm-hmm. Dat is geen tussenstap. We hadden het, net kwam je alweer eventjes terug toen je film maakte. Ik ben nog even benieuwd naar, want we hadden het net in het begin van het gesprek even over. Maar je ging die film maken over klimaat. Of nou ja, uiteindelijk kwam het klimaat daar dus echt bij. Maar wat is er toen eigenlijk allemaal gebeurd met jou? Want je kwam eigenlijk als gerenommeerde filmmaker vanuit de conflictgebieden, je ging die film maken. En hoe aarde dat? Anders dan verwacht. Kijk, nou ja, zoals gezegd, ik kom uit een wereld in een links-liberale gedachte. Open samenleving, waarin juist die diversiteit en meningen zeg maar de kracht zijn. En ik maakte die film en eigenlijk de eerste week of de eerste twee weken eigenlijk na het uitkomen van die film, want ik ging daar ook mee op tour hè, met de film door heel Europa, kreeg ik eigenlijk al gigantische, agressieve reacties hoe fout het eigenlijk was wat ik deed. En dat kreeg ik eigenlijk met name van mijn eigen groep mensen waar ik me eigenlijk altijd prettig bij voelde. Mijn netwerk, medianetwerk, maar ook mijn financieel netwerk. Waarvan ik dacht van, hé, dat is raar. Want ik laat toch gewoon mensen aan het woord. Ik zeg toch verder niets. En nou, dat ging zover dat ik uiteindelijk op tour ging en ik telefoontjes kreeg van mensen die zeiden dat ze van Greenpeace waren en ik zou me stoppen met het screen van de film voordat je in echte problemen komt. En waarvan ik vroeg, ja, maar wat voor problemen dan? Nou, daar zou ik niet op wachten. En toen werd weer opgehangen. Ik kreeg heel veel e-mailtjes, echt haat-e-mails. En nogmaals, weet je wel, ik leid daar niet onder, maar het intimideert wel. Weet je wel, dat je jezelf afvraagt van, het doe ik het fout dan? En uiteindelijk kan ik me herinneren dat ik op tour was in Zuid-Duitsland. En dat er een club mensen, eigenlijk kinderen waren het hoor, die stonden te demonstreren tegen de film. Tegen mijn film, die op dat moment zou draaien. En nou, dat ging eigenlijk best wel met fysiek, ook met fysiek geweld, of geweld niet, maar het werd fysiek, zeg maar. Mensen kwamen aan me, mensen waren aan het duwen. En ze lieten me de bioscoop niet binnen. En dat ik zelfs onder politiebegeleiding de bioscoop binnen moest geleid worden. Ja, dat was wel een moment dat ik dacht van, Jezus, ja, waar beëindigt dit eigenlijk? Mm-hmm. En na de filmvertoning waren er heel veel auto's beklad van bezoekers van de film, eigenlijk een stuk of 7, 8. Hè. Bekrast zelfs met Davidsterren, met de verschrikkelijkste symbolen. En ja, toen dacht ik wel van, ja, waar eindigt dit? Weet je? Dit is wel heel erg agressief. Ik kreeg e-mails van bioscopen waar de film zou draaien. Van, hey, ik heb een e-mail gekregen van de woordvoerder van Die Grüne, hier de linkse partijen. Hoe het eigenlijk mogelijk is dat er zo'n nazi zeg maar uitgenodigd is in de bioscoop. Kijk, en zo'n bioscopen krijgen natuurlijk ook subsidies van met name De Grüne en Die Linke. Hè. Dus die krabben zich dan ook twee keer om de oren om mij wel echt toe te laten in de bioscoop. En heel veel bioscopen zeiden ook af.
En dan kom je wel in een hele nare wereld waarvan je denkt van... Maar luister eens mensen, ik doe toch niks fout? Ik laat er gewoon mensen aan het woord die een andere mening hebben. En wij liberalen, linkse, staan toch juist voor die waarde... om die mensen en die perspectief te delen. En waarom zijn die nu niet welkom? Dat was voor mij heel erg verwarrend. Omdat ik zo heilig geloofde in die open samenleving. En... Nou ja, ik kwam er eigenlijk achter dat het linkse geluid steeds minder links aan het worden was. Achteraf gezien kan ik dat wel plaatsen. Maar op dat moment was het zo vervelend en zo na voor mij... dat ik ook aan mezelf begon te twijfelen. En het waren ook soms hilarische momenten, hoor. Dat ik achter in de bioscoop zat. Hè, in de achterste stoel zat ik dan vaak. En dan was de film afgelopen en dan... normale bioscoopvertoning dan en de maker zit erbij, dan wordt er geapplaudisseerd, maar er kwam echt 2 minuten lang helemaal niks. Doodstilte. Toen dacht ik van shit, dit wordt een interessante discussie. En je gaat dan voor het podium staan en je wordt eigenlijk alleen maar uitgescholden door mensen. Ja, en dat is op zich, weet je wel, dat kun je 1 keer hebben, maar als je een hele tour meemaakt waarin je heel vaak van die momenten hebt, ja, dan ga je jezelf achter de oren krappen, doe ik echt iets fout. Tot het moment dat het echt zo na werd. Onder andere dat moment dat onder politiebegeleiding naar binnen moest geloodst worden. Dat ik de stekker uit de tour trok. En dat ik echt 3 weken thuis ben gebleven. En nou ja, of ik angstig was, weet ik niet. Maar ik voelde me gewoon... Ja, ik vroeg eigenlijk aan mezelf de hele tijd van... Misschien doe ik echt wat fout, weet je wel? Misschien moet ik echt eventjes afstand nemen en denken... Wat doe ik fout? En nou ja, dat... heb ik gedaan en uiteindelijk las ik ergens een zin en ik weet niet meer waar ik hem van heb, maar ik las de zin en die gaf me weer zoveel kracht. En de zin was: If your voice held no power, they wouldn't try to silence you. Ja, van man, dat is een goede zin. Mm-hmm. Is dat dan niet aan de hand? Want ik doe echt niks fout en ik had er echt goed over nagedacht. Toen ben ik eigenlijk weer doorgegaan. En uiteindelijk is dat ook de aanleiding geweest voor de tweede film, Paradogma, waarin ik juist dat thematiseer, omdat ik ook voor had genomen. Oké, ik kan 2 dingen doen in deze situatie. Ik kan in een hoekje blijven zitten en wegkrimpen en slachtoffer zijn. Of ik kan dat hoe een filmmaker eigenlijk moet doen. Ik thematiseer gewoon wat er aan de hand is. En dat was 4 jaar geleden of zo, hè? 3 jaar geleden. Mm. En Paradogma, dat is eigenlijk de film waar we op dit moment precies middenin zitten. Mm-hmm. Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en alleen nog maar kunnen vechten. En dus uiteindelijk het thematiseren ervan was ook het verwerken ervan natuurlijk. Hè? En, maar dat heeft me wel gebracht bij de vraag van... Ja, wat is dat dan, dat links-liberale open geluid? En nou, in Paradogma heb ik met zoveel cognitief onderzoekers gepraat en wetenschappers... die me uiteindelijk ook het antwoord gaven van elke ideologie... want het is een ideologie, sluit zich altijd aan de achterkant. Of je nou socialisme, nazisme, communisme, marxisme... linkse liberalisme, dat begint altijd met een goede intentie. Laten we op zoek gaan naar de best mogelijke manier... om met elkaar samen te leven. Een moment, en daarvoor heb je heel veel perspectieven nodig... Maar uiteindelijk ga je uit die perspectieven ga je een richting kiezen. En is dat uiteindelijk de richting die je als samenleving hebt gekozen? En op dat moment wordt het heel gevaarlijk. Omdat je dan die richting gaat bewaken. En elke andere richting die daar tegenaan botst... is een potentieel gevaar om die richting uit koers te laten drijven. Dus elke ideologie, whatever dat is... sluit zich altijd als een totalitaire richting af. Hmm. Dat kan ook niet anders. Als je dit in systeemdenken plaatst... dat maakt erbij dat dat hele linkse gedachtegoed... van links-liberaal is eigenlijk redelijk rechts-totalitair geworden. Hmm. Want rechts is, kenmerkt zich eigenlijk rechts... Kijk, als je tussen links en rechts... Ik vind dat altijd een flauwe gevecht, zeg maar, tussen links en rechts... Maar als je links gaat kijken, en ik zie dat bij mezelf ook, links is meer, hè, je kunt wat beter omgaan met chaos. En vanuit de chaos ben je creatief.
de meeste bedrijven, Silicon Valley, wordt vanuit het links gedachtegoed gecreëerd. Mm-hmm. Maar wordt uiteindelijk gerund door wat conservatievere mensen. Omdat die heel erg gewend zijn in rendementen denken, in hokjes denken, hè, waar het gestructureerder wordt. Dus die samenwerking heb je nodig. Mm-hmm. Maar het linkse chaos werken is eigenlijk veranderd in het hokjesdenken en in die ene richting. En dat vind ik wel interessant, dat die volledig zijn omgedraaid, die twee werelden. Dat nu het nieuwe rechts is eigenlijk het oude hippie links. Mm-hmm. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen. En dat is heel verwarrend. Vooral als je van links komt en je gaat in één keer denken van, hey, wat Forum voor Democratie zegt of wat Wilders zegt, vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. Mm-hmm. Hè? Daar ben ik eigenlijk best wel voor geschrokken. Ik werd na het uitkomen van de eerste film heel erg veel uitgenodigd door FVD, maar ook door de PVV. En nou, ik heb best wel eens gedacht van, ja, moet ik daar naartoe? Weet je wel, ik moet daar niks van hebben van die club. En toen dacht ik van, nou ja, dat is liberaal links. Ik moet die mensen ook, weet je wel? Ja. Tot het moment je daar avonden doorbrengt en denkt van, Jezus, het zijn toch eigenlijk best wel leuke mensen. En ik heb mezelf al die jaren ingepraat dat gewoon verschrikkelijke mensen zijn. Of in laten praten. En in die jaren dat ik nu met rechts omga, heb ik nog nooit een PVV'er meegemaakt die de wereld naar de kloten wil helpen. Ah, dat vind ik al een goed iets. Mm. Toch? Goede uitgangspositie. Ja. Ja. En dat is de grap, dat die marge tussen links en rechts is zo klein. Mm. Want we denken allemaal exact hetzelfde. We hebben allemaal dezelfde horizon. De weg ernaartoe kan verschillen, maar de horizon is exact hetzelfde. We willen allemaal naar een betere wereld. Maar die marge, die kleine marge, is zo vergroot en gepolitiseerd en ge-NGO'iseerd, of hoe je het ook wilt noemen. Maar zijn een fobie geworden. En die fobie is uiteindelijk het verdienmodel geworden van beide partijen. Mm-hmm. Tot het moment je wakker wordt en je eigenlijk door die fobie heen prikt. Want de beste manier om de fobie heen te prikken is om ze op te zoeken. Als je een spinnenfobie hebt of een vliegfobie. Nou, het beste remedy is gewoon in het vliegtuig stappen of een spin aanraken. En dan kom je erachter dat de meeste spinnen niet giftig zijn en jou niet bijten. Mm-hmm. Nou, daar kom je over je fobie heen. Maar die stap maken is heel moeilijk. En die stap die wordt in de politiek gewoon bijna niet gedaan, omdat het zo gemoraliseerd en gepolariseerd is dat je niet over die fobie kunt komen. En op het moment dat je zeg maar juist in gesprek gaat met de volledige andere kant, kom je erachter van, man, we denken eigenlijk exact hetzelfde. Mm. Maar is dat niet ook, want dat idee krijg ik nu heel erg, dat hele links-rechts, dat zijn termen die ik ook, zeg maar, liever niet meer gebruik, nog steeds wel eens gewoon gebruik, maar liever niet meer gebruik, omdat je door dat links-rechts het idee krijgt dat je anders in het leven staat en dat je een ander doel nastreeft. Maar door ons in hokjes van links-rechts te plaatsen, wordt ons het idee gewekt dat we voor iets anders streven, terwijl we eigenlijk voor na hetzelfde streven? Ja, nee, links en rechts is eigenlijk zijn hele ouderwetse begrippen, maar we hebben ze ergens wel nodig. Ik weet niet zo in het dagelijks leven of we ze nodig hebben, maar je moet wel het verschil tussen een kip en een hond kunnen zien. En daardoor heet een kip een kip en een hond een hond. Mm. Dus het polariseert niet, het is gewoon zo. Mm. En links en rechts is, ik vind de bos altijd gewoon zo'n geweldig. We hebben een stuk bos wat ik zelf ook onderhoud. En ik vind dat zo'n mooie metafoor van hoe het politiek landschap eigenlijk zou moeten zijn. En het bos floreert eigenlijk. Onder het bos, onder de bodem, zit een schimmelsysteem. En dat gaat kilometers lang onder dat bos door. En dat schimmelsysteem communiceert met elkaar. En het voedt ook alle bomen die de voeding nodig hebben op dat moment. En op het moment dat er een bacterie is, reageert het schimmelsysteem erop en gaat eraan werken. Het kent geen links en rechts. Het is een samenwerking van berken, eiken, weet ik wat allemaal. Wat allemaal in dienst staat om het bos te laten floreren. Dat kun je ook heel communistisch zien. Mm. Maar ik zie het meer als een democratisch proces, een balans, een natuurlijke organisch balans die er heerst in het bos. Wat totale chaos is.
wat je ook bijna niet kunt snappen en ook bijna niet kunt reguleren. Want op het moment dat je het als mens gaat reguleren, en ik zie me dan zelf als politiek in het bos, weet je wel, ik ben de politiek leider van het bos, en ik ga dat te veel reguleren, dan ga ik het bos zeg maar ontbossen eigenlijk. Hè? Net als een koe ontkoet wordt, ga ik het bos ook ontbossen. En dan haal je die magische structuur van dat schimmelsysteem, van die samenwerking die zo complex is, die haal je uit elkaar. En je gaat het eigenlijk heel onnatuurlijk reguleren. Ja, dan krijg je een samenleving waar we vandaag de dag in zitten, die overgereguleerd is. En je kunt dat zien met pesticiden, kun je een bos bijvoorbeeld perfect reguleren. Hè? Maar niet al te lang, want dan gaat het bos uiteindelijk sterven af. Omdat het te veel monocultuur wordt. Weet je, en politiek mag ook nooit monocultuur worden. Het moet juist leven van diversiteit. Dan behoudt het die magie wat wij als mensen kunnen leveren. Wij zijn de schimmels van de democratie. En wij zouden niet moeten denken in moeten we links groeien of naar rechts groeien. Nee, we moeten met z'n allen naar boven. Uiteindelijk moeten we met z'n allen door de deur. En we hebben twee manieren hoe we dat kunnen doen. Of met geweld, of gewoon hoe het hoort in een democratie. En ik vind het dan leuk om dat in een democratische vorm te doen. Want ik hou niet zo heel veel van geweld. Mm. En ik denk dat de politiek dat meer moet beseffen. Dat we ons niet zo laten verdelen in links en rechts. Maar dat we dat juist als de kracht moeten zien. Net wat ik zeg, een bedrijf wordt vaak begonnen door een linkse chaot. En wordt vaak gerund door een... Wat rechtsconservatievere man die wat meer in hokjes moet denken. Mm. En dat is juist de kracht die we nodig hebben om dingen te kunnen laten floreren. Maar dat bos klinkt eigenlijk bijna libertair, soort van anarchistisch of zo bijna. Waarin je. En dit is ook wel een beetje waarin ik zelf soort van naartoe neig. Zeker dat libertaire gedachtegoed, hè, met een zo klein mogelijke overheid en meer autonomie richting de mens en zo. Maar ik. Wat ik me vaak de laatste tijd bedenk is van ja, weet je wel, nou, we denken dat we in een democratie leven. Nou, daar durf ik inmiddels wel over te stellen dat niet zo is. Maar we hebben, zeg maar, we hebben ook geen goede. De macht ligt gewoon in de handen van een klein aantal mensen die dan inderdaad psychopathisch zijn of wat dan ook. En ons een bepaalde richting opduwen. Maar ik heb het idee, zeg maar, bijvoorbeeld een referendum of iets dergelijks. Hè, dat zeggen wel dat mensen vinden een slecht idee. Want ja, wat weten wij nou ervan? En dan moet je ervoor geleerd zijn, bla, bla, bla. Alleen ik denk, we dichten ons te weinig. Ik vind dat we onszelf niet op een hoog genoeg plek zetten. We kunnen wel best meer vertrouwen hebben in onszelf als mens. Ja. Weet je wel, maakt niet uit of je nou een postbode bent of een whatever, weet je wel. Ik denk alleen, we leggen nu alles altijd neer bij autoriteiten en die maken daar misbruik van die macht. Terwijl, en dan denk ik van ja, maar weet je, democratie werkt al helemaal niet of zo. Terwijl ik denk als we juist weer de macht meer terug naar ons zouden leggen en die macht weg zouden halen bij de mensen die er continu misbruik van maken, dan krijg je denk ik al een veel beter systeem. Ja, maar de politiek is vaak dat de politieke macht is er eigenlijk de pesticiden en de chemicaliën van een democratie. Zij proberen ons te reguleren. Zij proberen ons niet langer als 60 centimeter te laten groeien. En als we erboven komen, dan bob, komt die politiek en die laat ons weer in het narratief groeien. Net zoals wij hier de touwen groeien, die mag niet langer zijn dan 60 centimeter. Hè, want anders is het met stormschade, te veel schade en zo. Dus we gebruiken groeiremmers. Hè, dat de touwen niet hoger komen dan 60 centimeter. Politiek is hetzelfde. Politiek zijn ook de chemicaliën en de groeidrukkers van een democratie. En dat is het probleem. En het mooie is, als je al die pesticiden en chemicaliën in een bos en in de landbouw weghaalt, dan groeit het als kool. Dat wil je niet weten. En dan komt die magie ook weer, die groeit op basis van de condities die er op dat moment zijn. En die zijn altijd aan verandering vatbaar. Dus weet je wel, een democratie moet ook veranderen. Een samenleving moet ook blijvend veranderen. Maar de politiek is er goed in om te reguleren. En dat gaat dan over veiligheid en zekerheid. En dan moet er een bepaald referentiekader zijn. Dus een wenskader. Dus dan gaat de politiek vaststellen in hoe lang wij mogen groeien. Hoe groot wij mogen groeien. Hoe groot de mond wij mogen hebben. En wij luisteren daarna omdat het ons dan veiligheid geeft. En we denken dan dat het vrijheid is of zoiets. Mm. Dus die politiek is eigenlijk de chemicaliën en de pesticiden van de samenleving. Mm. En die moeten we zoveel mogelijk zien te onderdrukken.
En ze moeten ondersteunend zijn. En daarbij zeg ik ook niet dat, bedoel, chemicaliën en pesticiden hebben ook een werking gehad. Hè? Dat heeft ook voordelen gehad voor ons. Maar uiteindelijk moet je ze ook wel weg kunnen halen. En dat is het probleem wat we hebben. We zijn het dan zo gewend dat de taal geen taal meer is en de koe geen koe meer en de mens uiteindelijk ook geen mens is, omdat het overgereguleerd is op basis van een wenskader, waarbij we zijn vergeten dat er een bepaalde magie is die er ooit was, waardoor alles eigenlijk zelf groeit, zelf heelt en zelf floreert, zonder daar ook maar wat aan te doen. Mm. En dat zijn we eigenlijk vergeten. En die verantwoordelijkheid, die chaos, kunnen wij niet meer aan. En daardoor worden doodgereguleerd door de chemicaliën en de pesticiden die in de Tweede Kamer ons gaan vertellen wat we allemaal mogen doen en wat we niet mogen doen. Mm-hmm. Weet je wat ik ook grappig vind? Een van je films was het ook. Ik kan me dat goed herinneren dat je zag het ene moment zag je iemand, een professor of zo, die was kritisch op het klimaat. En dan het andere, of was het windmolens, ik weet niet meer precies wat het was, zoiets. En het echt een shot later ging je over naar Greenpeace, denk ik, achtige demonstranten die dan stonden te strijden allemaal met passie en bijna woede voor dat bepaalde iets waarvoor je een beeld ervoor, een wetenschapper, zeg maar, het zag een soort van debunken. En ik vond het zo opmerkelijk om dat shot zo te zien. Ik denk van ja, al die mensen die staan daar inderdaad te schreeuwen met het idee van ja, dit moet zo op deze manier gebeuren. En die gaan dan allemaal van het overreguleren ook. En wat hun oplossing is altijd juist van we moeten meer regels instellen om dat op te lossen. Maar ze staan tegelijkertijd te strijden eigenlijk voor een doel wat dus niet, het klopt niet, weet je wel. En het is dan ja door andere mensen, eigenlijk worden zij dus misbruikt voor bepaalde agendas. Maar zij zijn dan wel enorm activistisch te zijn voor bepaalde doelen. En ik vond dat zo opmerkelijk of zo. Dat was zo, dat legt het zo hard bloot. Ja. Maar wel een groot probleem, denk ik. Ja, het is wel. Ja, want het is heel moeilijk. Kijk, die mensen die zijn overtuigd dat ze goed doen. Dat ze aan de goede kant staan. En ja, elke vraag die je stelt aan hun is gewoon bijna immoreel. En ben jij degene die fout is? Dus dat is heel moeilijk om. Ja, het is ook best wel tragisch eigenlijk dat je mensen in zo'n hypnose kunt brengen dat ze geloven in windmolens en dat ze er bijna als een soort van Jezus met het kruis op de schouder, hè, zo stonden ze met die windmolens ook op het kruis. Oh ja, dat hadden ze bij zich. Ja, ja, het was bijna iets heiligs hoe ze die windmolens droegen en daar heilig in geloven. En weet je, dat is hetzelfde als een geloof. Dat is, daar geloof je in, weet je wel. En Elke iemand die daar tegenin gaat, ja, dat is heiligschennis voor je, weet je wel. Dus die moet verbannen worden uit de gemeenschap, want dat is het kwaad. En ja, dat is heel moeilijk en heel, heel tragisch, maar het zet wel heel goed neer hoe mensen in een bepaalde massa-hypnose kunnen komen om zo de straat op te gaan, terwijl ze eigenlijk helemaal niet weten waar ze het eigenlijk voor doen of waar ze het over hebben. Want als je het gaat vragen, ja, dan zeggen ze ja, we strijden hier voor het voortbestaan van de mens. Want ze geloven echt dat de mens naar de kloten gaat. Mm-hmm. En dat de aarde naar de kloten gaat. Door toedoen van klimaatverandering of zo. Door de mens. Ja, en dat kon natuurlijk alleen maar omdat ze alleen maar het journaal kijken en de talkshows. En niet verder kijken dat het. Ze zijn heel autoriteitsgelovig. Ze gaan niet. Kijk, ik heb wel geleerd dat als ik wat hoor, dat ik niet meteen denk van godverdomme, is dat zo, ja? Mm. Ik denk van nou, ik probeer als het tegendeel te bewijzen. En zo denk ik dat ook eigenlijk elke dag bij mezelf. Want dat zou eigenlijk ook de tendens moeten zijn van elke kritische denker. Dat je elke morgen opstaat en denkt van eens kijken hoeveel van mijn wereldbeeld ik vandaag kan laten sneuvelen. Mm. Weet je wel? Dat is kritisch denken, denk ik. Mm. En ik ben bereid om mijn eigen wereldbeeld volledig te verstoren als het dan iets goeds brengt. Weet je wel? Dat ik denk van ja, dan heb ik wel wat geleerd. Maar je moet wel durven toegeven van fuck, ja, ik zat fout, man. Mm. Weet je? Maar dat is wel grappig, hè? Want mensen, dat is ook vaak voor mensen. En jij noemde het net namelijk ook al eventjes wakker worden. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor jou is geweest tijdens die film. Want voor mij zag ik, als ik die films keek voor jou, zag ik jou gewoon gaandeweg het proces steeds meer denken van
wow, wat? Is dit echt zo, weet je wel? En shit zit zo in elkaar, dan heeft dat deze en deze consequentie. En ik moet dan heel erg aan mezelf, aan mijn eigen proces denken, waar dat eigenlijk ook zo is gegaan, waar je iedere keer steeds meer bij leert en denkt van, nee, is dit echt zo? Maar mensen doen dan vaak, zeg maar, die worden afgedaan als complotdenker. Maar die doen vaak alsof wij dat voor ons plezier doen of zo. Of dat we, weet je wel, dat we dat graag denken dat we. Maar nee, door onderzoek te doen. En je moet gewoon je hele wereldbeeld loslaten. Dat doet niemand voor zijn plezier. Want je blijft natuurlijk liever veilig gewoon in hetgeen zitten waarvan je denkt. Weet je wel, dus ik vind dat is zo bizar hoe dat geframed wordt als soort van iets leuks om te doen. Of dat we dat allemaal plezier hebben om dat te doen. Maar het vergt veel van jezelf om je wereldbeeld zoals die is los te durven laten. En durven te erkennen dat dingen anders in elkaar steken dan je zelf dacht. Ja, het vernietigt alles. Letterlijk en figuurlijk. Het vernietigt echt alles. En je moet je voorstellen, ik was 40 hè, ongeveer. Dat toen ik eigenlijk die klimaatfilm maakte. Ietsjes jonger misschien. Dus dan ben je 40 jaar op deze planeet en dan moet je je wereldbeeld in één keer omgooien. En je moet ook nog eens eigenlijk openlijk zeggen van, fuck, ik heb best wel lang in iets geloofd waar ik eigenlijk, waarvan ik dacht dat het goed was, maar het is niet goed. En dat doet pijn, dat vernietigt je ego, tot en met. Mm-hmm. En op je 40ste je ego omgooien, dat is best wel een ding. Dan moet je eigenlijk vooruitkomen van, ja, ik dacht dat het er anders in elkaar zat, maar het blijkt dus niet zo te zijn. Ja, dat doet mensen niet graag. Hè? En al helemaal niet in de politiek, maar zo ook niet. Nee. Echt totaal niet. Dus dat is het allermoeilijkste. En dan komen er volgens mij op dat het ego wat ons drijft, ons alle het meest in de weg zit. Het ego om gewoon in de spiegel te kijken en denken van, doe ik het goed? En heel veel mensen zijn gaan geloven in hun eigen beeld. Op basis van dat ze er graag in geloven. Omdat ze er altijd in hebben geloofd. En nooit kritisch nagevraagd van, ja, waar geloof ik dan eigenlijk in? Want als je echt. En weet je, mensen zeggen dat heel, heel vaak en heel snel en gemakkelijk van, ja, ik heb erover nagedacht. Ik vind dit. Echt waar, over nagedacht. Nou, dat nadenken is gewoon niet leuk. Mm. Nadenken is eigenlijk dat je jouw perspectief uit jezelf haalt. En dat zet je links neer. En dat het tegenovergestelde zet je rechts neer en die twee laat je een oorlog voeren met elkaar. En de beste wint, dat je zelf staat ertussenin. En dat moet je doen. En dan 2 dagen lang. Je kunt niet even een minuutje nadenken. Je moet daar echt even tijd voor nemen. Dat doet pijn, joh. Ja. Want je hele wereldbeeld gaat naar de knoppen eigenlijk. Ja, nou, dat wilde ik dus inderdaad zeggen. Dat zeg je heel treffend, vind ik. Want je, zeg maar, in de tijd, als je het dan weer terug naar mezelf redeneer, maar in de tijd dat je dus eigenlijk voor mij dan, zeg maar, april of zo, steeds meer gaat onderzoeken en er steeds meer over gaat posten, bijvoorbeeld op social media ook helemaal in het begin. Je krijgt natuurlijk hartstikke veel backlash erop van egoïst, nou ja, al die termen. Dus je moet iedere keer weer opnieuw, als je iets post of als je iets ziet, ben je aan het nadenken van, 1, wat zijn de reacties daarop? Maar ik bedoel, dat moet niet het belangrijkste zijn. Maar je elke dag weer kom je jezelf tegen. Iedere dag weer. Want je moet weer door diezelfde shit heen. Je bent iedere keer aan het afvragen van, klopt het wel? En de consequenties van jezelf, weet je wel? En je dat proces om daarin toe te geven. Ik zeg altijd van, ja, ik heb het gewoon een week opgekruld op de bank gelegen. En iedere keer bij iets nieuws soort van krulde ik weer dieper in elkaar. Maar daarna kwam ik er weer sterker met mijn rug rechter uit. Alleen die traumatische ervaring, weet je wel, daar doorheen gaan. En het is iedere keer dat je ego opzij zet. Ja, want je iedere keer eigenlijk hoop je dat je ernaast zit. Ja. Weet je, want dat is comfortabeler. Maar dat is niet zo. En daarom, ja, dat hele proces kost zoveel om en van jezelf ook, om inderdaad daaraan toe te durven geven dat die wereld er anders uitziet. Ik denk dat veel mensen dat ja, weet je, daar sta je niet bij stil wat je daar doorheen moet gaan. Nee, en dit is ook zo vanzelfsprekend van, hey, ik wil die shit niet hebben, joh. Ik wil gewoon een lekker rustig leven hebben. Ja, dat moet je doen. Dan moet je naar Zimbabwe gaan, Noord-Korea, joh. Daar heb je, weet je wel. Hmm. Hoef je geen vragen te stellen. Hoef je niet na te denken. Dan denken andere mensen voor je. En ik vind, nou ja, wat je zegt, dat is absoluut. Het nadenken is gewoon, Het is gewoon niet leuk. Nee, maar je moet het wel doen. Dat is het vechten voor dat wat we waard zijn. Dan, want als ik vaak gesprek heb met mensen die ze dan zeggen van, ja, ik heb erover nagedacht. En dan zeg ik, ja, waar heb je over nagedacht? Ja, over klimaatverandering. Ja, wat denk je dan? Ja, klimaatverandering is aan de hand. Ja, nou, dat denk ik ook.
Ja, maar wij hebben schuld. Ja, waarom? Ja, olie. Ja, wat olie. Mm. Ja, en, het wordt allemaal met metaforen, met grote dingen als olie, klimaat, schuld. Weet je, we gaan niet goed om met. Maar verder geen verdieping of zoiets van. En ja, maar weet je wel, het is toch niet. Bijvoorbeeld olie is wel een heel goed voorbeeld. Dat is dat olie kan nooit de oorzaak zijn van het probleem. Never nooit. Mm. Olie is gewoon iets wat uit de aarde komt. Dus het hoort in de aarde. Dat, olie is niet het probleem. Het management van olie, hoe gaan we ermee om? Kijk, je moet olie niet gaan drinken. Dat wordt het een probleem. Mm. Je moet een vat olie ook niet in een oceaan gooien. Want dan vernietig je het leven op dat moment daar op die plek. Maar daar is olie ook niet voor bedoeld. Ja? Mm. Maar dat wordt dan wel, weet je wel, als mensen het hebben over olie, dan zien ze een ingevreven planeet met olie. Mm-hmm. Zoiets. Vogels die vastzitten in de olievlekken, ja, vissen. Ja. Dat is wat we zien. Dus we kunnen niet meer rationeel nadenken van wat is olie. Dus als mensen zeggen van ja, ik heb nagedacht over die olie. Nou, ik zie dat beeld nog voor me met die vogels daar ingekleefd in die olie. Dan denk ik van ja, dat vind ik ook een onprettig beeld. Ja, maar daar is olie ook niet voor bedoeld. En dan moeten we ook voor zorgen dat dat niet gebeurt. Maar dat is management. Hoe gaan we om met die olie? Mm. Dat is een interessante vraag. Maar die vraag wordt dan niet gesteld, want het is zo gemoraliseerd dat we die verdieping helemaal niet krijgen. Op het moment dat ik olie noem, dan heb je dat voor je. En er is een hele interessante cognitief wetenschapper. Hoe sterk die metaforen zijn. Ze noemen het metaforen, geloof ik, ja, van olie of financial cliff. Weet je wel? Dat is ook zo'n metafoor van wow. Financieel en een cliff. Een cliff kun je vanaf vallen en doodgaan, weet je wel. Mm-hmm. Maar financieel cliff kan ook gewoon een daling zijn van 0.5%. Mm-hmm. Weet je wel? En hoe sterk dat bij mensen in hun hersen is gebrand. En het goed voorbeeld is als ik tegen jou zeg, wat je ook doet, denk niet aan een olifant. Ga je gelijk, denk je gelijk aan olifant? Op het moment dat ik het zeg, heb je het beeld al gewoon voor je. Ja. Weet je? Dus zo moeilijk is denken, nadenken. Probeer dat maar eens te doen zonder een olifant voor je te zien. En dat tekent ook wel hoe sterk beelden en metaforen werken in je hoofd. Dat als ik op het moment dat ik praat over olie, zie jij al die vastgekleefde vogels daar. Wak, wak. Mm. En dan zie je als. Als je helemaal goed bent geïndoctrineerd, zie je er ook nog plastic uit je snavel komen. Mm. Want dat hoort dan ook ergens bij olie, denk ik. Mm. Weet je, het is heel moeilijk om van dat narratief los te komen. Op het moment dat ik dan zeg, wat je ook denkt, denk niet aan een olifant, dat je los kunt denken. Dat je kunt zeggen, oké, ik denk er niet aan, dat lukt je niet. Nee. Maar hetzelfde geldt, dat vind ik voor mij ook zo'n voorbeeld, is zo'n zieke ijsbeer op een ijsschots die daar zit te drijven. Ja. Waarvan ze achteraf ook hebben toegegeven dat beeld gewoon een oude ijsbeer was die de pijp uitging. En dat de ijsberenpopulatie groeit in plaats van krimpt. Ja. Maar toch, als je inderdaad over klimaatopwarming hebt, ziet iedereen die dunne ijsbeer op dat ijsschot staan. Maar een ijsbeer is een hele goede mascotte voor goede doelenclubs eigenlijk. Hè? Die voor dat klimaatnarratief. En daar is over nagedacht natuurlijk. Hè? Daar is super over nagedacht. En datzelfde als in die Biafra-tijd, hè, die Biafra-kindjes met die dikke buikjes en die vliegjes op de wang. Ja, dat werkt gewoon goed. En dat zijn nu de klimaat, in de klimaatnarratief zijn dat de beren, zeg maar. Terwijl, ik zag laatst een ook zo'n advertentie voorbij komen van een politieke partij in Nederland, ook met zo'n ijsbeer. Nou ja, je kon zien dat er iemand gefotoshopt had. Mm. Want die ijsbeer die was blakend van gezondheid. Die was mooi rond en dik. En die stond op een ijsschot wat volgens mij factor miljoen keren is verkleind. Want dat was gewoon een grote ijsschot volgens mij. Mm. En je zag gewoon de nepheid ervan. Maar het wordt nog steeds gebruikt. En mensen gaan daar ook nog in mee. Ook nog. En mensen denken dan niet na van, ja, maar die beer ziet er toch gezond uit? Mm. Weet je wel? En waar vaart die beer naartoe met zijn ijsschot? Weet je wel? Een meter verder is het land of zoiets. Of is een nog groter ijsschot. En het blijkt ook dat ijsbeer het veel beter doen met een beetje minder ijs ook, hè? Ja. Overigens. Dus ja. Dat is. En er zijn nog nooit zoveel ijsberen geweest
als de laatste 80 jaar. Het wordt je zelfs afgeraden om naar Spitsberg te reizen op bepaalde locaties, omdat er gewoon het gevaar is dat je een ijsbeer treft. Mm. En er is een ijsberenpopulatieprobleem, weet je wel? Ja. En ja, dat is dan de macht die erachter zit om zo'n narratief te pushen met verschillende beelden. Dat op het moment dat we die ijsbeer zien, weet wel meteen dat het gaat om klimaat. Mm. Weet je wel? En iedereen is dan meteen gemoraliseerd. En als je er tegen bent, ben je ervoor dus om die ijsbeer dood te maken, ja? Mm. Vind je dat oké? Of vind je dat Biafra-kindje? Dus er wordt heel veel op schuld gepraat en de mensen slecht en de ijsbeer gaat voor. Of, Maar het lijkt me wel echt bizar, man. Want je komt echt inderdaad van nou ja, dat soort kindjes, zeg maar, vastleggen de eerste klimaatfilm. Ik raad iedereen aan om te kijken, want je ziet inderdaad gewoon allebei de kanten. Je laat gewoon allebei de kanten zien, weet je. Je bekent geen kleur of zo. En dat zo gecanceld moet worden, weet je. Dat zegt toch al zoveel eigenlijk over de hele situatie. Ja, dat zegt superveel, ja, absoluut. Het feit dat ik er... Nou, ik ben er super van geschrokken. En daarom heb ik ook die tweede film gehad, die ik eigenlijk niet wou maken. Paradogma wou ik eigenlijk totaal niet maken. Want het is een totaal oninteressante film eigenlijk. Het is eigenlijk een oude Provo-film. Weet je wel? Van luister naar elkaar, peace met elkaar, weet je wel. Ga met elkaar om. Het is zo'n kinderachtige film eigenlijk. En des te triester het is hoe relevant die op dit moment nog is, Paradogma. En ik wou hem eigenlijk helemaal niet maken. Ik wou eigenlijk meteen Return to Eden maken. Mm. En daarna nog een andere. Maar ik dacht, ja, ik voel me wel genoodzaakt om deze film wel eerst te maken. En vervolgens, de laatste film Return to Eden, probeer ik eigenlijk door die mist te kijken. Van oké, er is een probleem. Of er zijn uitdagingen in de wereld. En hoe gaan wij daar op de best mogelijke manier mee om? In die organische manier en niet de politieke manier. En door die mist heen kijken heb je volgens mij wel die twee films nodig. En daarom heb ik die twee films dan ook, of die, vooral die tweede film gemaakt. En sommige mensen zien het niet, hoor. Sommige mensen hebben alle films gezien en geloven nog steeds heilig dat klimaatverandering een groot probleem is. Mm. En dat is prima, weet je. Er zijn mensen die anders denken en die moeten we accepteren. Weet je, dat is allemaal prima. De vraag is, hoe gaan we daarmee om? Met die verschillende meningen, weet je. En ik heb geleerd dat telkens als ik een bioscoop binnenging, heb ik me uiteindelijk geprogrammeerd van oké, ik ga ervan uit dat 75% van de zaal het tegen me is. Ik kan altijd meevallen. Ja, en dat is ook goed, weet je wel. Dat was ook altijd mijn wens. Dat ik niet voor eigen parochie sprak, maar voor, weet je wel, dat ik mensen kan kietelen, kan provoceren om misschien een andere gedachte te krijgen. Mensen laten nadenken. En dan is nog de andere vraag. Nou, ik wil mensen ook niet met discussies totaal niet overtuigen. En wat je merkt is dat, weet je, ik denk dat ik zeker ben van hoe ik denk dat ik in de wereld moet staan qua gedachten, qua omgaan met de wereld, met het milieu, met natuur. Ik heb zelf een tuin waar ik mijn eigen producten in laat groeien op de meest biologische manier. Ik heb een bos waar ik onderhoud. Dus ik weet wel een beetje waar ik het over heb. En dus ik wil vertellen wat ik weet. Maar ik dring het je niet op. Mm. Je mag geloven wat je wil. En je mag mij ook vertellen wat je wil. En op het moment dat je elkaar gaat overtuigen, dan heb je al een conflict. Dan heb je geen discussie meer. En ik denk dat het belangrijkste is, en hoe gek het verhaal ook kan zijn wat ik tegenover me heb, dat je dat aanhoort en dat je daarna niks zegt. Ik denk van godverdomme, ja, daar ga ik even over nadenken. Mm. De wereld is vlak. Die is helemaal niet rond. Werkelijk? Hoe zie je dat dan? En laat zo iemand dus helemaal uitpraten. Want hoe gek hij ook kan denken, het gaat er niet om uiteindelijk te zeggen van je bent een maloot dat je dat zegt. Het gaat erom dat jij begrijpt hoe dat het kan dat hij zo denkt. Dat is veel belangrijker en veel interessanter. Want daar kun je namelijk iets meer mee. Mm-hmm. Maar daar gaat het mensen niet om. Het gaat mensen er meteen om te zeggen je bent fout. Hetzelfde is als iemand zegt 1 plus 1 is 7. En soms wel 8 of 9. En er zijn er twee manieren om te reageren. Of je zegt je bent een dronken maloot.
Of je zegt van, dat is interessant. Leg eens uit hoe jij aan die uitkomst komt. En ik zweer het je, dat is een zo interessante weg om die te snappen. En uiteindelijk zal hij een goed argument hebben dat hij uiteindelijk bij die uitkomst komt. En dan denk je van, ik snap jou nu. Mm. Ja, ik was namelijk zo aan het denken. Weet je wel? En ik denk dat is wat we op dit moment missen. Dat we meteen aan de oppervlakte al zeggen van, je bent gek. Terwijl ik heb discussies gehad met mensen die geloven in een vlakke wereld. En voor mij is dat een redelijk, nogal een idee, zeg maar. Mm. Nieuwe informatie. En ik heb geprobeerd te verdiepen van, want het zijn allemaal slimme mensen namelijk die dat zeggen. En ik vraag me dan af, hoe kom je dan aan het idee dat die wereld vlak is? En ze noemen me soms argumenten dat ik denk van, dat is interessant. Als je het zo bekijkt, dan zou je inderdaad iets kunnen hebben. Nou, daar moet ik over na gaan denken. Dat kun je niet eventjes zomaar aan de keukentafel zeggen, je bent een maloot. Nee. En dat vind ik het meest interessante aan het vrije denken. Dat je alles eigenlijk de revue mag laten passeren. Zonder meteen iemand af te doen van, je bent rechts of je bent een racist of je bent dit. Nee, hoe kom je eraan? En dan kom je bijvoorbeeld bij zo'n hele vluchtelingenproblematiek, hè? Migratie of geloof of Rusland, Europa, die dingen. Dat de discussies worden niet meer gevoerd. Er wordt alleen maar gemoraliseerd en overtuigd. En ik geloof dat we veel meer naar die discussie moeten gaan. Want alle discussies die ik voer met PWV'ers of met FVD'ers, hè, wat voor mij een heel belangrijk thema is hè, hoe gaan we om met vluchtelingen? Ze denken exact hetzelfde als ik. En ook als ik 20 jaar geleden. Ze zijn kritisch op bepaalde punten. En die bepaalde kritiek en die bepaalde punten die worden eruit gehaald. En er wordt één frame opgelegd. En er wordt in een hokje geplaatst van ze zijn tegen. Hmm. Maar dat is niet zo. Weet je wel? Niemand is tegen mensen in oorlog gehouden. Dus die marge van kritiek is zo klein. Maar is zo opgeblazen en zo gemoraliseerd. En er zijn die olifanten opgeplakt. Dat je niet meer anders kunt denken als een olifant voor beeld zien. Of weet je wel, vluchtelingenbootjes die omkiepen. Mm. Maar weet je wat wel een beetje het probleem is, Marijn? Want zo zie ik dat in ieder geval. Is, kijk, ik sta nu in het leven dat ik. Ik geloof niks meer. En ik ga ook van niks meer uit, zeg maar. Dus ik. Alles wat je mij kan vertellen, kan kloppen, kan niet kloppen. Ik weet het niet. Ga ik dan vervolgens onderzoeken? Ga ik, vorm ik een mening over of niet? Of whatever. En zo bekijk ik eigenlijk elke casus opnieuw. Omdat ik eigenlijk gewoon geleerd heb dat wij alles wat wij geleerd hebben, eigenlijk bijna alles wat wij geleerd hebben, is of niet waar, is of is omgedraaid, of is, weet je al, zo op een scheve fundament gebouwd dat het eigenlijk op iets geks is uitgekomen. En voor mijzelf sprekend dan heb ik geleerd om in de afgelopen jaar eigenlijk om alles los te laten wat ik ooit dacht wat waar was over de wereld. En eigenlijk gewoon opnieuw beginnen met alles opbouwen. Maar dan ga je met een nieuwsgierige kijk, ga je die wereld tegemoet. En dan durf je van, mensen die zeggen dat de aarde plat is, want ik herken wat je zegt. Wel sommige dingen die je zei, denk ik van, maar inderdaad, dit is wel gek. En dan ga je gewoon over nadenken. En dan baseer je er, heel vaak over heel veel onderwerpen, want ik doe alsof ik over heel veel dingen een uitgesproken mening heb. Heb ik ook wel veel dingen. Maar over veel dingen waar ik geen uitgesproken over mening heb, hoor je mij ook niet echt over, weet je wel. Omdat ik denk van, dat weet ik gewoon niet hoe dat zit. Maar die ideologie of dat denkbeeld of hoe je in de wereld staat, hebben de mensen niet die nog steeds blind geloven in de overheidsnarratief of in de media of whatever. Dus het is natuurlijk wel heel lastig om met iemand te spreken die alles napapagaait wat er vanuit die media komt. En dat is, dan krijg je wel een soort van mega scheef verhouding. Want hoe ga je nog naar iemand luisteren die alles nog napapagaait van wat Rutte zegt bijvoorbeeld? Ja, dat is lastig. En uiteindelijk, als je er niet uitkomt, dan ga je uit elkaar. En dan ga je, dan kom je eigenlijk dicht in de buurt van een parallele samenleving, hè, die er aan ontstaan is. Mm. En ik denk ook wel ik denk dat zo'n parallele samenleving is er altijd geweest. Alleen we zijn er nooit echt bewust van geweest. Hè. Maar ik snap wat je zegt. Maar ik denk inderdaad dat meer mensen zo moeten zijn.
niks meer voor waar aannemen. En gooi alles aan de kant wat je ooit geleerd hebt. En probeer dat weer opnieuw te herstructureren. Want heel veel is op vastgeroeste gedachten gebaseerd. Die we nooit meer zijn gaan navragen. Mm-hmm. Ik vond in die Uncertainty and Settled het verhaal van de Abiotische olie ook zo interessant. Dat... En het narratief vind ik geweldig ook. Ik vind het echt geniaal van de Rockefellers. Die hebben natuurlijk een bedrijfsplan moeten verzinnen. En die hebben gezegd van olie is heel schaars. Dus het brengt veel en levert veel op. En we kunnen met die marge spelen. Mm-hmm. En uiteindelijk is dat natuurlijk bepaald dat het biotisch is. Hè? Dat het van organisch materiaal komt. En we hebben dat eigenlijk nooit nogmaals gevraagd. Van, klopt dat eigenlijk wel? En op het moment dat je dit doet, dan krijg je heel veel tegenstand. Maar kom je er ook achter van, nou, er zijn ook universiteiten die zelf diezelfde vraag ook hebben, die ik in de film stel. Van, ja, is dat eigenlijk wel zo? Weet je wel? Dus, en het gevaar is dat als je alles aanneemt wat 100 jaar geleden ooit een keer aangenomen wordt, dan leef je nog in 1800, weet je? Dus je moet altijd die dingen weer op kunnen pakken en kunnen hervragen. En op het moment dat mensen dat niet meer kunnen. Ja, dan ontstaat er wel een hele rare samenleving inderdaad, die niemand met elkaar kan omgaan. Nee. En dan moet je, ja, misschien moet je het nu ook benoemen. En dat is het mooie van deze tijd. Dat, kijk, wat ik al zei, dat die parallele samenleving is er altijd geweest, maar nooit zichtbaar. Nu wordt die heel zichtbaar en nu moeten we ook keuzes maken. En ik denk dat we die keuze ook moeten maken. En dat wij geloven in de wereld waarin we geloven en we geloven dat we hem mooier maken. En die andere kant ook. Nou, laten we het eens doen dan. Mm-hmm. Laten we de wereld eens mooier maken. En weet je wel, uiteindelijk inspireren we elkaar en springen we over. En ik denk dat de mensen die de wereld mooier willen maken vanuit het mens zijn, uiteindelijk mooier zal zijn als de wereld die de politiek voor ogen heeft, of de macht voor ogen heeft. En dat veel mensen uiteindelijk hopelijk op tijd van de Titanic in het bootje springen waar wij in zitten. Mm. Want zo zie ik het wel. De Titanic, we zitten echt in een zinkend schip. En weet je, het is ook logisch. Weet je, na 2008 is er niks veranderd aan de financiën. En nu zitten we weer op zo'n punt. Dat er is gewoon geen geld meer, omdat niemand meer werkt. Mm-hmm. Ja, hoe willen we dat gaan oplossen? Dat moet gaan vallen. Weet je wel? De bankenwereld moet gaan vallen. De politieke wereld moet gaan vallen. En als het een valt, dan valt het andere. En dat is een dominosteen. En nu wordt er eigenlijk nog steeds, ik zie de politiek eigenlijk als de band op de Titanic die vrolijk met doorspeelt en ons laat blijken dat er niks aan de hand is. Want er is toch nog muziek, we moeten dansen jongens, kom op, weet je wel. Afleiding. Terwijl gewoon de helft van de bevolking al op bootjes zit te roeien en denken van, ja, weg hier, dit is een zinkend schip. Mm. Weet je wel? En ik denk uiteindelijk ook dat we allemaal overspringen, maar uiteindelijk hebben we wel zo'n afsplitsing nodig. Het kan niet anders zijn. Ja. Nou, en we moeten dus eerst gaan zien dat die band aan het doorspelen is en wat er om ons heen gebeurt. Want ik denk inderdaad wel, voordat je gaat zien, heel veel mensen hebben niet door dat wij inderdaad richting een maatschappij gaan die dat ons ontmenst, zeg maar. En dat, hè, want die voordat je daaraan wil toegeven, kan toegeven, moet je dus inderdaad zien dat, je had het net heel kort over de Rockefellers, maar dat soort machten er zijn en eigenlijk alles bepalen en alles hebben bepaald door de jaren heen hoe wij denken over bepaalde onderwerpen. Oh. En het klinkt, ik weet dat het voor heel veel mensen heel eng klinkt en dat snap ik ook wel, weet je, want dat is nogal wat om daaraan toe te geven. Maar pas als je daaraan toegeeft, kan je ook daadwerkelijk in staat zijn om te kiezen voor dat andere traject. Oh. Omdat als je dat niet ziet, heb je nog maar het idee dat die boot, dat de Titanic nog aan het varen is. En je kan pas zien dat die zinkt. Het zinken van die boot staat dan eigenlijk ook gewoon gelijk eigenlijk aan die macht achter, die eigenlijk al die tijd heeft ons doen laten geloven dat die boot nog aan het varen is. En dat zij en dat die macht bij hen, zeg maar, dat al die, weet je, dat alle verhalen vanuit hen komen. En dat, daar moet je eerst aan willen toegeven om dat los te kunnen laten. Ja, en wij in het Westen zijn zoveel bent, we weten niet wat het kwaad, hoe het kwaad eruit ziet. En als je dat niet weet, dan kun je ook niet wegrennen voor het kwaad. Weet je, dat is het grote probleem. En als je denkt dat die boot zo moet varen, dan weet je wel, en je hebt geen idee hoe een zinkend schip eruit ziet, ja, dan spring je er ook niet vanaf. Nee.
Weet je wel, totdat je erin gaat verdiepen en je echt duidelijk ziet van shit, in de geschiedenis is het altijd zo geweest dat een schip naar beneden zinkt. Mm. Dat doen we nu ook. Ja. Shit. En het erge is, vind ik, dat dat en dan, weet je wel, die groep die met die windmolens op hun schouder, dat iedereen voor een betere wereld aan het strijden is. Alleen dat de manier om die betere wereld te bereiken, of in ieder geval een eerlijkere wereld te bereiken, is eerst eens eventjes afscheid te nemen van al die systemen die de corruptie en die ongelijkheid hebben veroorzaakt. Hmm. En door te gaan roepen, weet je wel, om die migrantenstromen op gang te helpen en om dat klimaat, om daarmee heel de tijd mee bezig te blijven, creëer je dus die ongelijkere wereld, terwijl juist die mensen bij uitstek die gelijkere wereld willen krijgen. En het enige wat we daarvoor hoeven te doen is uit die droom te stappen, ja, aan de bittere realiteit te beseffen dat dat de bittere realiteit is, en dan veranderingen aan te brengen. Het probleem is, en het tragiek is, dat mensen gaan pas komen pas in actie als ze niks meer te vreten hebben. Dat is als ze echt in honger langs de goot liggen, dan denken ze van, ik moet gaan vechten voor mijn kind. Weet je wel? Dus dat is de tragiek van mensen, volgens mij ook. Dat juist dat die groep mensen die blijven vasthouden tot aan de laatste kogel, dat ze gelijk hebben totdat ze echt niks te eten hebben. En ja, dat is het lastige. En vooral als je, weet je, het zijn vaak mensen die je lief hebt ook, hè? Het kan in je eigen familie zijn, het kan weet je wel, je eigen broers of zussen zijn. En dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan, hè? Om daar ook afscheid van te nemen. Oké, ik voer de discussie niet meer. Weet je wel? Maar het is wel goed dat je je uitspreekt en zegt van, oké, ik wil wel laten weten dat ik zo denk. En ik wil jullie dat meegeven. Doe ermee wat je wilt. Jullie mogen ook denken wat jullie willen. Maar ik neem wel afscheid nu van, weet je wel, van elke discussie. Want anders dan, ja, maak je gezin ook kapot. Maar je neemt eigenlijk afstand ook van je geliefde ook, hè? Mm. En nu alleen al met corona en zo. Dat je denkt van, ja, vaccineren. Man, ik zou er nog 2 keer over nadenken voordat je het doet, hoor. Want ik lees er toch veel vreemde dingen over. En dat doe je uit een bepaalde goedheid. Want je hoopt dat je geliefde zo lang mogelijk gezond is. En je weet dat die vaccinatie je niet gezond houden. Mm. Of in ieder geval, het is nogal onnatuurlijk. En uiteindelijk moet je die mensen loslaten. Moet je zeggen van, hey, het is jouw keuze. Weet je wel? Ik ga je niet meer redden. Maar ik heb wel verteld wat ik ervan vind. Weet je wel? Mm. Maar dat vind ik wel lastig, hoor. Ja. Maar dat is wel de enige manier. Want je kunt mensen niet overtuigen. Die moeten het voelen. Soms moet je de mensen die je lief hebt, om lief te houden, afstand van nemen, om... Want ik onderstreep wel wat je zegt, denk ik. Ja, dat je op het moment dat je blijft vechten, dan maak je het alleen maar echt kapot. Je vecht tegen het kwaad, dat win je niet. Nee, dan moet je... Mandela schreef in zijn biografie, It's a long walk to freedom. En daarin schrijft hij ook heel mooi, je kunt met hem eens zijn of niet, dat maakt allemaal niet uit. Maar die zin vind ik wel gaaf. Hij zegt, je kunt komen we weer terug bij de metafoor van de herder. De beste herder loopt achter de kudde. Die zie je niet, weet je wel. En als de kudde... wat zegt hij toch? Nee, wacht, dat is een ander. Hij zegt het voorbeeld van... je moet niet tegen het kwaad vechten. Je moet proberen om eromheen te lopen. En uiteindelijk voor ze te gaan staan met het voorbeeld wie je bent en wie je wilt zijn. Dus dat tegen vechten heeft geen zin. Je moet er omheen lopen. En je kunt hier heel gemakkelijk omheen lopen namelijk. Dat zijn we nu aan het doen hier. Weet je wel? Door erover te praten. We hebben een vrije plek op internet waar we het kunnen doen. Mm-hmm. En uiteindelijk staat een samenleving wat de beste samenleving is, staat ergens voor. Weet je wel? En is zo'n groot, positief, inspirerend voorbeeld dat iedereen zegt van, man, dit is cool. Dit wil ik ook. En ik denk dat we daar naartoe moeten. En dat we het moeten vermijden om ons tegen het kwaad, dat we daar tegen moeten gaan strijden. Weet je wel? Dat ik denk niet dat dat de weg is. Dat levert alleen maar bloed op. En uiteindelijk, het resultaat is exact hetzelfde. Eentje zal winnen. Sterker nog, ik heb het idee dat ze willen dat we dat gaan doen.
Nou ja, dat is wel, die beweging stuurt er wel naartoe, ja. De verdeling, verdelen en heersen is het, hè. Mm. En wij burgers zouden slimmer moeten zijn. Want de geschiedenisboeken staan vol met verdelen en heers. Mm. En iedereen zegt heel gemakkelijk, ja, maar weet je, we leven nu in 2021. Zo is de wereld niet meer. Nou, ik kan je vertellen, ik heb veel landen gezien waar die wereld nog precies zo is. En er zijn mensen, politiek leiders met een goed hart, die door en door slecht en kwaad zijn geworden. En uiteindelijk mensen uit elkaar drijven, hongersnoden kunstmatig inzetten om bevolkingen uit te roeien. Die mensen bestaan, die kunnen zo worden. En dat kan ook in deze tijd, met deze politieke mensen, kan dat ook gebeuren. En juist de kracht van een goede democratie is dat die bewaakt uiteindelijk die mensen daarbovenaan. En die stuurt de politiek. De politiek stuurt niet de mensen. Dat is dat principe, de vanzelfsprekendheid van, ach jongen, ik heb toch nog koekjes op de tafel, ik heb nog brood in mijn kast. Ja, klopt. Maar wat doe je ervoor om dat morgen nog te hebben? En die vraag die wordt ons niet meer gesteld, omdat het zo vanzelfsprekend is. We hebben alles. Weet je, we hebben eigenlijk te veel zelfs. Mm-hmm. Maar het kan morgen anders zijn. En daar staan we ons niet bij stil. Dus de vechtlust is er niet meer bij ons. Mm. Het nadenken is er niet meer bij ons. Omdat alles is toch goed? Wat willen we nog meer, weet je wel? Mm. Ben je hoopvol voor wat er komen gaat? Ja, zeker. Het is sowieso interessant. En het kan zoveel verschillende richtingen opgaan. Maar ik heb wel, weet je, ik geloof in dat morfogenetisch veld. En dat is een veld, wat een energieveld die over de wereld heen kan razen. En die gelijktijdig bij mensen kan optreden. En zo zei, vroeg laatst mijn zoontje, wie heeft eigenlijk de auto uitgevonden? En dat vond ik wel een goede vraag. Dus ben ik uitgezoekt, want ik wist het ook niet. Dat blijkt dan een Belg te zijn. Maar gelijktijdig aan het uitvinden van die auto in België was er een andere uitvinder aan de andere kant van de wereld, 100 jaar geleden of meer dan 100 jaar geleden, die exact dezelfde auto op brandstof uitvond. Zonder dat ze met elkaar contact hadden. En dat is het morfogenetisch veld. Hè? En je ziet dat nu ook plaats aan het vinden is, hè, in de hele wereld. Mensen worden wakker. Kijk, de wereld is altijd gek geweest. Hè? De wereld heeft altijd politiek gekend. Barbaars ook nog. Mm-hmm. Alleen, en dat is niet veranderd. De wereld is niet veel gekker geworden. Maar wij zijn ons bewuster geworden. Er is een energieveld gaande wat ons de ogen opent en wat ergens de mist weghaalt en ons het carrosserie laat zien in welke wereld we eigenlijk werkelijk leven. En dat is een hele positieve vibe, een hele positieve energie die er op dit moment plaatsvindt, dat mensen weer het recht in eigen handen willen gaan nemen. En daarin kun je alleen maar hoop zien. En we praten nu wel heel veel over het kwaad en allemaal die dingen, weet je wel. En dat heeft niet, dat is geen negatief principe of zo. Maar ik vind wel, en zo heb ik al die jaren ook in die conflictgebieden geweest, je moet eerst het kwaad kennen, wil je er een goede tijd van kunnen maken. Daar kun je namelijk omzeilen. En als je het kwaad niet kent, gaat het kwaad met jou lopen. En weet je, vandaaruit is dit een hele positieve vibe die we op gang aan het zetten zijn met verschillende initiatieven. En ik denk op het moment dat dit groter en groter wordt, dan hetzelfde als de goede doelenclubjes, weet je wel? Dat wordt groter, groter, groter. En uiteindelijk wordt dat zo groot dat het onontkoombaar is. En dat mensen wel mee moeten gaan in dit narratief. En dat de politiek uiteindelijk ook gaat luisteren naar de mensen. En ik denk ook wel dat komt, hoor. Politici zijn geen slechte mensen. Het zijn ook mensen die de wereld goed voor ogen hebben. Alleen ze kunnen vaak ook door de tuin geleid worden door de grote machten. De politici zijn de herders van de schapen. Mm. Het zijn niet de bezitters van de schapen. Die zitten veel bovenaan. Dus die worden ook maar geleid door een positie elders. Door macht, door geld, door, weet je wel. En er komt een tijd dat ook die mensen meegenomen worden in dat veld waar wij in zitten. Dus ik zie dat heel positief. En weet je moet ook positief blijven. Want hoop is het. Hoop is een toekomst die het vechten waard is. Weet je wel? En als je geen hoop hebt, ja, dan kun je beter. Voor wat vecht je dan nog? Ja, ik bedoel, dan dat is het hem. En ik denk,
ik denk echt dat het... het leven kent cyclussen. De mens ook. Altijd al geweest. Het is nooit zo geweest als het 1000 jaar goed is gegaan. En ik denk dat we nu in zo'n cyclusverandering zitten. En daardoor moeten we knokken. Daardoor moeten we wat incasseren. Uiteindelijk komen we er altijd sterker uit. En dat zal onze generatie nog meemaken. Daar ben ik wel van bewust. Ik vind hem een hele mooie afsluiter eigenlijk, man. Even nog een klein ding. Nieuwe film van jou gaat uitkomen. Ja, 15 april op YouTube, op mijn YouTube-kanaal. De film heet Hoe toepasselijk het goede doel heiligt de middelen. Kijk. En hij is 50 minuten lang. Is een pure Nederlandse productie. Alleen in Nederland gedraaid, met Nederlandse mensen. En het legt eigenlijk een beetje de verbinding tussen... de verwevenheid tussen media, politiek en goede doelen. En dat is wel een hele interessante... Waar we het in het begin ook eigenlijk een beetje al over hebben gehad. En, Ja, feitelijk wel. Het gaat er een beetje dieper in. En ik noem ook voorbeelden. Dus dat is, een heel spannend verhaal. Waarin we wederom vragen aan mensen... niet om te zeggen van het is allemaal maar niks wat er gebeurt. Maar in ieder geval op zijn minst mensen aanzetten tot wat kritischer denken... en wat kritischere vragen durft te stellen in morele narratieven. En ik denk dat wel is dat we de ongenaakbaarheid en de onsterfelijkheid van het goed doen ervan afhalen. Mm. Ja. Ik kijk ernaar uit, super interessant. Ja. Super bedankt voor dit gesprek, Marijn, dat we hier zo welkom zijn. Ik kijk ook nog echt uit naar vanavond en morgen. Ja, enorm bedankt. Graag gedaan. Lieve vrienden, vonden jullie het vet? Ga sowieso even de nieuwe film kijken van Marijn... die dus volgende week uitkomt, april uitkomt, op zijn YouTube-kanaal. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als je de video tof vond, like hem, deel hem op je socials... deel hem met je vrienden, verspreid het onder zoveel mogelijk mensen. En als jullie nog suggesties hebben voor bepaalde gasten... laat het weten in de comments. Ik zie jullie snel weer. Peace. Marijn, thanks man. Graag gedaan. Leuk.